Dames en heren, goedenavond. Het is 8:20. Een mooi moment om met de vergadering van de gemeenteraad te beginnen. De laatste vergadering van 2015 met een redelijk gevulde agenda. Ik hoop desalniettemin dat we hem toch vandaag nog kunnen afronden. Ik zei net al tegen de heer Nijhuis, ook om de reden dat u vanavond afscheid neemt, is het wel aardig als het nog lukt als iedereen nog enigszins wakker is en niet na middernacht is. Maar laten we zich niet aanmoedigen tot snelheid die niet gepast is. Dus we nemen natuurlijk gewoon de tijd voor de vergadering die nodig is. En gelet op de ervaring van de afgelopen periode heb ik er alle vertrouwen in dat het dan vanzelf goed gaat komen. Ik moet u berichten dat mevrouw Bakela iets later zal verschijnen. Ik denk rond 8:30, 9:15. En de heer Winter laat zich voor vanavond verontschuldigen. Hij heeft trieste familieomstandigheden waardoor hij vanavond niet in de gelegenheid is om hier aanwezig te zijn. Hij wenst u allen wel alvast, ik zal het aan het eind van de vergadering natuurlijk ook nog wel doen, maar in ieder geval ook goede dagen na vanavond, met het oog op de feestdagen die aanstaande zijn. Maar hij laat zich verontschuldigen om begrijpelijke en trieste redenen. Daarmee kom ik bij de... Leo Bongers, ja, dat had ik al zo als bijna vanzelfsprekend aangenomen dat hij er vorige week ook niet was. Maar de heer Bongers laat zich ook verontschuldigen vanwege het feit dat hij in het buitenland verblijft. Dan kom ik bij de agenda van vanavond. Dat begint met de vaststelling van de agenda. De heer De Jonge. Knopje kan vinden, ja. Ja, voorzitter, ik wou het verzoek aan u doen of u een agendapunt wilt toevoegen. Want wij hebben een motie vreemd aan de orde van de dag. En die gaat over een enquête te houden over verkoop van landgoed Het Laar. Kijken even naar de leden van de gemeenteraad of die met dit ordevoorstel kunnen instemmen. Voorzitter. De heer De Vries Robles, D66. Als ik daar een opmerking over mag maken. Volgens mij is dit punt wat de heer De Jonge noemt totaal niet aan de orde. Er is geen sprake van. Dus dan kunnen wij wel over een motie debatteren, maar het lijkt mij weinig zinvol. Anderen die hier iets over zouden willen zeggen, mevrouw Lagas, VVD-fractie. Voorzitter, ik wil me graag expliciet hierbij aansluiten, want zover zijn we helemaal nog niet. Dus ik vind het zeer voorbarig en tendentieus en het wekt een illusie die er niet is. Anderen, de fractie van het CDA, mevrouw Makker. Ja, die wil zich daar ook inderdaad bij aansluiten. Wij vinden het ook een voorbarige motie om dat op dit moment op de agenda te zetten. Ik kijk toch even rond inderdaad, de heer Van der Moor, fractie van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Wij willen ons op het formele standpunt stellen dat een ieder het recht heeft natuurlijk om een verzoek in te dienen om een motie te bespreken. Bij het bespreken van die motie zouden wij ongeveer hetzelfde hebben gezegd als zojuist is opgemerkt. Dus we doen dat nu maar vooraf, dat scheelt weer. Met andere woorden, ik sluit mij bij de vorige sprekers aan met een nuance. Dank u. Dank u wel. Dus ik heb ondertussen even bij de griffier gecheckt hoe het dan vervolgens gaat. Want volgens mij zou een meerderheid van de gemeenteraad akkoord moeten gaan met een toegevoegd agenda. Punt. En ik kan heel snel tellen, maar ik weet niet of ik snel genoeg ben. Want er zijn 4 CDA-leden aanwezig en fractie D66 en VVD is 8. En de anderen hebben zich volgens mij niet per se... Ja, ChristenUnie heeft zich niet uitgesproken tegen behandeling. Wel? Ik zou bij de behandeling van het punt hetzelfde hebben gezegd als nu door vorige sprekers al gezegd is. Vandaar dat ik zeg, ik ben het met de vorige sprekers eens met de nuance. Dan denk ik dat er geen meerderheid, nee, dan is er geen meerderheid voor besprekingen vanavond. De heer Moerman. Nee, ik kan me ook aansluiten bij de vorige sprekers. Dan ook nog maar de heer Remmers. Laat ik dan niet achterblijven. Ja, van veel waarde heeft het niet. Ik hecht meer belang aan het feit dat iemand inderdaad een agendapunt moet. En dan op basis van de inhoud dan beoordelen of er wel of niet een zaak is die het bespreken waard is. Dus wat mij betreft had het wel gemogen. Maar goed, ik ben bang dat dat weinig meer toevoegt. Er moet dan inderdaad tot de constatering komen dat er geen meerderheid is voor bespreking vanavond. Dus dan kan die niet toegevoegd worden aan de agenda. Al dus... is de agenda vastgesteld ongewijzigd. Dan komen we bij agendapunt 2, het vragenhalfuur. Daar zijn een aantal vragen voor
aangereikt. Ik denk dat ik kan beginnen met de vraag van de VOV, de heer Middelkamp, over de OZB-verhoging. Zo is het. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, uit een landelijke steekproef bij ongeveer 100 gemeentes is gebleken dat de OZB-verhoging volgend jaar neerkomt op een percentage van ongeveer 1,8%. De landelijke norm voor verhoging van dit tarief is gesteld op 1,57%. En zoals u weet ligt Ommen daar met een verhoging van 5% fors boven. Minister Plasterk, sterk van Binnenlandse Zaken, die heeft aangegeven naast allerlei rumoer van verenigingen en andere instanties dat hij eerst wil afwachten voor met een formeel standpunt te komen op het totaal van de inventarisatie van alle gemeentes. Maar geeft daarbij meteen ook aan dat als er zou blijken na die inventarisatie dat er een te hoge stijging sprake zou zijn volgend jaar, dat dan in 2017 die te grote stijging weer automatisch in mindering zou worden gebracht. Dat brengt, voorzitter, de VOV op de volgende vragen. Acht het college de kans van een correctie van de, op de verhoging van het OZB-tarief voor de gemeente Ommen in het begrotingsjaar 2017 reëel? Oftewel, kan een deel van de verhoging van 2016 dan in dat jaar worden teruggedraaid? Welk financieel risico onderkent het college bij een eventuele correctie van de OZB-tarieven voor de miljardenbegroting van de gemeente Ommen? En tot slot, voorzitter, is het college van mening dat het verstandig is om vooruitlopend op een eventuele correctie van het OZB-tarief hier bij de bestedingen in 2016 alvast rekening te houden? Voorzitter, dat waren onze vragen. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Schelen namens het college. Dank u wel, voorzitter. Allereerst de vraag van of wij denken dat die correctie in 2017 reëel is. Wij denken dat dat niet reëel is, omdat het hier gaat om een niet bindende richtlijn. Is er dan een financieel risico? We denken van niet, omdat we met elkaar weten dat er tal van taken zijn overgeheveld van het Rijk naar de gemeente met minder geld. En ook het Rijk bekend is met het feit dat die middelen aangevuld moeten worden wanneer die bezuinigingen uitgeput zijn. En niet voor niks is het ook het kabinet zelf die overweegt om juist voor gemeenten het belastinggebied voor gemeenten uit te breiden. Is dan het college van mening dat het misschien verstandig is om vooruitlopend op die eventuele correctie al maatregelen te nemen, rekening te houden? Gegeven deze argumentatie die ik net noem, is het college niet van mening dat we daar rekening mee moeten houden. Tot zover. Dank u wel. Ik kijk nog even naar de heer Middelkamp of dat nog aanleiding geeft tot een vervolgvraag. Op dit moment niet. Dan kom ik bij de tweede vraag van de fractie van de VOV over de PGB's. Ik vermoed weer de heer Middelkamp. Voorzitter, opnieuw dank u wel. Voorzitter, in september van dit jaar heeft de VOV-fractie een aantal vragen gesteld over de status van de herbeoordelingen van de persoonsgebonden budgetten. Volgens de staatssecretaris zouden de herbeoordelingen voor 1 oktober van dit jaar moeten zijn afgerond. Uit de beantwoording van de portefeuillehouder bleek dat we zouden kiezen voor kwaliteit boven snelheid, of woorden van deze strekking. Nadien is er in VNG-verband afgesproken dat de toekenningsbeschikkingen voor 2016 voor 1 november zouden moeten zijn aangeleverd. Inmiddels, we leven nu in december, ligt er een brief van de staatssecretaris Van Rijn gericht aan de gemeente Ommen, waarin in zekere zin de gemeente Ommen op de vingers wordt getikt en wordt gezegd van goh, je blijft achter, je hebt te weinig aangeleverd, je krijgt nog een beetje tijd, maar regel dat. En vervolgens hebben we in een schriftelijke reactie, voorzitter, van de teamleider innovatie van de BOH, dat had wat ons betreft overigens ook best wel de verantwoordelijk portefeuillehouder mogen zijn, maar dat is een detail. In die schriftelijke reactie, voorzitter, wordt aangegeven dat er geen sprake is van een achterstand in de aanlevering, maar dat het te maken heeft met het lagere aantal PGB's die dan weer veroorzaakt worden door de beleidskeuzes die we als gemeente hebben gemaakt. Deze brief suggereert als het ware dat de gemeente helemaal bij is en dat de toekenningen voor de PGB's in aantallen en in hoogte qua bedrag fors is afgenomen. Dat brengt onze fractievoorzitter tot de volgende vragen. Op welke datum zijn de herbeoordelingen van de PGB's door het team samen doen afgerond?
zijn alle toekenningsbeschikkingen aan de SVB tijdig voor 1 november aangeleverd. En dan enkele vragen over het effect van de beleidskeuze, zoals dat in de brief is verwoord, voorzitter. Wat was het aantal PGB-verstrekkingen ten tijde van voor de herbeoordelingen? Wat is het huidige aantal PGB-verstrekkingen na het project van de herbeoordelingen, oftewel wat is de afname geweest in aantallen? Wat was en wat is de hoogte van het totaal van deze verstrekkingen, oftewel in geld uitgedrukt, hoe ver zijn we naar beneden gegaan? En tot slot, voorzitter, welk effect heeft het lagere aantal verstrekkingen en de verlaging qua hoogte van de bedragen, welk effect heeft dat op de begroting voor 2016? Voorzitter, dat waren onze vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Middelkamp. Dan is het woord wederom aan wethouder Schelen namens het college. Voorzitter, dank u wel. Vooraf denk ik dat het wel goed is om vast te stellen dat het niet aan een gemeente of aan een college is om een bewindspersoon op de vingers te tikken. Dat laten we graag aan de Tweede Kamer over. Maar andersom, er was inderdaad niet een verhaal dat wij de toekenningsbeschikking niet tijdig zouden hebben aangeleverd. Het was inderdaad een misverstand en dat hebben we ook rechtgezet in een brief die namens het college door de teamleider innovatie spoedshalve aan u is gericht, want het was echt een spoedeisende zaak en we wouden u zo spoedig als mogelijk op de hoogte stellen. Dan over uw concrete vragen. Hoe zit het nu precies? Uw eerste vraag, hoe zit het nou met de PGB's en de herbeoordelingen? Alle PGB's die voor 31 december afliepen, die zijn allemaal herbeoordeeld. Dus dat is klaar. Zijn alle toekenningsbeschikkingen dan aan de Sociale Verzekeringsbank voor 1 november aangeleverd? Antwoord daarop is ja, op 3 beschikkingen na. Dat is even precies nagegaan. In 1 geval was er sprake van een herbeoordeling. En bij 2 anderen waren er een aantal bijzonderheden. En die moesten even goed worden uitgezocht. Ook in overleg met de cliënt. Dat is inmiddels ook afgewerkt. Dan uw vraag over het aantal PGB-verstrekkingen. Van voor de herbeoordeling hadden we er 152 en na hadden we er 59. Onze veronderstelling dus dat inderdaad het aantal PGB's duidelijk zou worden verminderd, was dus inderdaad correct. Dan had u een vraag over de hoogte van de verstrekkingen. En dat is een ingewikkeld verhaal, om de simpele reden dat elke peiling daarin natuurlijk een momentopname is. Elke dag hebben we natuurlijk, zien we verandering van het aantal PGB-houders. Ze verhuizen, er is een verlenging van indicatie, er is sprake van overlijding, nieuwe indicaties, enzovoort, enzovoort. En een overstap naar zorg in natura. Maar wat we wel kunnen vergelijken, en dat kunnen we wel duidelijk maken, van hoe zit het dan in geld uitgedrukt, op basis van de begroting. Zo kunnen we uw vraag wel beantwoorden. En dan is het de hoogte van het jaarbedrag, voor de herbeoordelingen iets meer dan 1 miljoen. En na herbeoordelingen ruime 7 ton, 711.000 om precies te zijn. En dan zult u zeggen van, goh, dat is 3 ton winst. Nou, daar is dan ook wel iets meer over te zeggen. Want u vraagt dan natuurlijk naar het effect, hè, van die lagere aantal PGB-verstrekkingen. Wat betekent dat nou voor de begroting van 2016? Dan moeten we een onderscheid maken. Allereerst moeten we kijken natuurlijk naar de jeugd. Want daar hebben we het regionaal verhaal. We hebben afgesproken in een regioverband dat we bij de jeugdzorg de zaak verevenen. Dus de plussen en de minnen komen daar voor 85% in 1 grote pot. Dus dat moet dan worden herverrekend. De kosten met de verstrekkingen WMO de klassieke, dus HH moet ik dan zeggen. Dat is niet op voorhand een plus, want wat we al veronderstelden is, het is minder PGB's, maar het is waarschijnlijk meer zorg in natura. Maar wij hebben wel degelijk de hoop dat het tot een zekere kostenbesparing heeft aanleiding gegeven. Uiteraard gaan we dat goed monitoren. En ten tijde van de bestuursrapportage en uiteraard ook bij de jaarrekening kunnen we en zullen we u daarover op de hoogte stellen. Tot zover. Dank u wel. Is er nog aanleiding voor de heer Middelkamp voor een aanvullende vraag? Niet. Dan kom ik bij de vraag van de fractie van de LPO. De heer Remmers heeft vragen over de nieuwe Hammerweg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de nieuwe Hammerweg richting Beerseveld is een gevaarlijke weg. Er mag 60 kilometer gereden worden, maar in de praktijk wordt er veel dan wel harder gereden. Regelmatig zijn er daarom ook snelheidscontroles die de nodige bekeuringen en rijontzeggingen opleveren. Dat er te snel wordt gereden ligt mede aan het feit
dat het een rechte weg is en zich daarmee leent voor hogere snelheden dan toegestaan. Een uitzondering op deze rechte weg is de situatie ter hoogte van de huisnummer 5, 5A en 6. Op die hoogte zit er een verraderlijke bocht die regelmatig leidt tot gevaarlijke situaties, bijna ongelukken en soms zelfs tot aanrijdingen. Dit komt met name door het feit dat vanuit de uitritten van deze woningen de bocht niet te overzien is en het min of meer gokken is of men veilig de weg op kan rijden. Om hier iets aan te doen hebben de bewoners contact gezocht met de bestuursdienst om te komen tot een oplossing. Dit heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan reacties. Waar de ene ambtenaar sprak over een levensgevaarlijke situatie die moet veranderen, zag de ander geen enkele noodzaak om iets te doen. Dit tot grote frustratie van de bewoners. Op hun verzoek ben ik zelf ter plekke geweest om de situatie in te schatten. En ik moet zeggen dat de bocht inderdaad erg onoverzichtelijk is. En er, zeker voor oudere mensen die minder zeker en voorzichtiger rijden, gevaarlijke situaties op kan leveren. In het overleg hebben de bewoners ook aangegeven dan wel verkeersremmende maatregelen, bijvoorbeeld drempels, te wensen of het plaatsen van spiegels die het mogelijk maken de weg veilig op te kunnen. Daarom heeft de LPO de volgende vragen. Vraag 1. Is de situatie op de Nieuwhammerweg bij de gemeente bekend? Daar ga ik vanuit van wel. Waarom komen de ambtenaren van dezelfde bestuursdienst tot tegengestelde conclusies als het gaat om de verkeersveiligheid? Vraag 3. Wat zijn de normen om te komen tot het aanleggen van verkeersdrempels en komt deze situatie daarvoor in aanmerking? En tot slot, wat zijn de normen voor het plaatsen van spiegels? En komt deze situatie daarvoor in aanmerking? En voor wie zijn er daarmee gemoeide kosten? Tot zover. Dank u wel voor de variatie namens het college wethouder Ter Kuurst. Ja. Voorzitter, dank u wel. Richting de heer Remmers die nog even zijn haar goed doet. Ja, de situatie, meneer Remmers, is bij ons bekend. Vraag 3. Zijn er normen voor drempels? Nee, die zijn er niet. Vraag 4. Zijn er normen voor spiegels? Nee, die zijn er ook niet. Wat kost zo'n spiegeltje ongeveer? Ongeveer 300 à 400 euro. Maar wij gaan terughoudend om met het plaatsen van spiegels en het plaatsen van drempels. Maar de crux van uw vraag zit van hoe kan het dat verschillende ambtenaren van dezelfde bestuursdienst verschillend antwoorden op een situatie. Dat weet ik niet, dat heb ik nog niet kunnen achterhalen. Aanstaande maandag heb ik mijn laatste portefeuillehoudersoverleg voor het kerstreces. Ik heb met de secretaris afgesproken dat dinsdag wij tweeën bilateraal de raadsbrief aftikken. En dan hebt u nog voor de kerst de raadsbrief met de volledige antwoorden op de mail. Dank u wel. De heer Remmers, nog aanvullende. Ik zal er thuis op wachten. Ja, ik moet wethouder de cursus nog wel even apart nemen, want het college komt niet meer bijeen. Maar goed, we hebben groot vertrouwen in de wethouder dus dat, en de secretaris. Dus dat komt dan vast goed. We bellen. Goed. Ik kom bij de laatste vragen van vanavond. Die gaan over TSN. Fractie van D66, de heer De Vries Robles. Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat mijn vragen iets breder portée hebben dan TSN, maar TSN is wel de aanleiding, laat ik het zo zeggen. Het zal algemeen bekend zijn dat er sociaal van betaling en mogelijk faillissement voor TSN en dat ook de overheid probeert om dat faillissement eigenlijk te voorkomen door gemeentes er zelfs op aan te dringen op tijd te betalen. En dat, laten we zeggen, lijkt me ook een goede situatie, maar voor de gemeente Ommen zou ik gewoon een aantal vragen willen stellen die over dit onderwerp gaan. De eerste vraag is, kan het college aangeven of TSN een leverancier is in de gemeente Ommen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik vanmiddag ook even contact heb gehad met het Samen Doen team. En zij bevestigen mij dat in 2015 TSN wel een leverancier was, maar dat er voor 2016 in hun, voor zover zij weten, nog geen contract met TSN aan vastgesloten is. Dus mogelijk kan de wethouder dat bevestigen. Dus indien het antwoord ja is, is dan aan te geven hoe groot de omvang van de dienstverlening van TSN voor de gemeente Ommen is. En de vraag die daar ook weer voor TSN natuurlijk relevant is, van hebben wij dan ook een achterstand in betaling van facturen die TSN aan ons stuurt? Want het zal zeker niet ontkend kunnen worden dat sommige gemeentes echt heel laat van betaling zijn. En dat natuurlijk, als je een groot bedrijf bent en liquiditeiten nodig hebt om alleen al je salaris te kunnen betalen, is dat echt een acuut probleem.
Dus de vraag is dan ook van, hebben wij een achterstand en is die achterstand, als die er is die dan langer dan 2 weken? En vervolgens wil ik graag ook nog even ingaan op de wat ruimere materie, want het zal ook bekend zijn dat naar aanleiding van deze problematiek de landelijk overleg geweest is en zelfs met de staatssecretaris een akkoord gesloten is dat we met een grote term de code verantwoord marktgedrag thuisondersteuning noemen. De vraag is even, zijn wij als gemeente Ommen van zins om daarmee akkoord te gaan? Met andere woorden, gaan wij die code ook in de gemeente toepassen? En de vervolgvraag die we daar dan kunnen stellen, kunnen wij als gemeente ook uit de voeten, want daar zit een bepaalde kostprijsonderbouwing in dat akkoord, kunnen wij ook uit de voeten met daarin eigenlijk de gemaakte afspraken? Dat zijn de vragen. Dank u wel. Dank u wel. Namens het college wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Allereerst, de heer De Vries Robles is goed geïnformeerd door het samendoenteam. TSN is geen leverancier meer voor Ommen. Dus de eventuele problemen die u schetste, die waren alleen aan de orde geweest als dat het geval zou zijn geweest. Dat is niet het geval. Uw meer brede vraag gaat over de code. En hoe ziet u dat? Ik denk dat we kunnen vaststellen dat de wijze waarop wij nu contracteren in ieder geval past, prima past zelfs in de code. Niet voor niets dat juist die code hebt over cliëntgericht werken, dialooggericht aanbesteden, duurzame meerjarige partnerschappen en daar duwde u met name op de transparante kostprijsberekeningen. Dus het tekenen van de code zou op zichzelf genomen voor de gemeente om helemaal geen probleem zijn. Maar eerlijkheidshalve moeten we er wel bij zeggen dat het niets zou toevoegen. Om 2 redenen. De code gaat in feite alleen over de tussen aanhalingstekens oude huishoudelijke hulp, hè, in natura. En het is ook slechts bedoeld voor de tijdelijke oplossing van de aanbestedingen die nu lopen. En we hebben juist de aanbestedingen afgerond, hè, met sociaal contracteren. We hebben dus de WMO 2015 nu al aanbesteed, dus op zichzelf genomen zou dat verder niets toegaan. Maar ik denk dat dat dan wel de portée is, ook van uw opmerking. We hebben dat dus wel gedaan conform de principes van de code. En ik denk dat het wel goed is om in de loop van 2016, als wij iets meer beeld hebben van de uitwerking van het sociaal contracteren, dat we nog eens een keer apart erover praten en kijken van, goh, hoe loopt het nou? En de principes van de code worden inderdaad in de praktijk dan ook gehonoreerd. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, de heer De Vries Robles. Niet in tweede instantie. Dan hebben we de aangekondigde vraag van vanavond afdoende behandeld. Dan kom ik bij de mededeling vanuit het college van BMW. Wethouder Ter Kust voor de variatie. Ja, ik kan er nog steeds niet multitasken, dus vandaar dat het even duurde. Ten aanzien van de N348 hebt u een bericht ontvangen. Dat laat nog even op zich wachten. Ten aanzien van de N340. Om 4:05 kreeg ik het bericht dat er een openbaar besluit is genomen. Ten aanzien van de investering, de 160 miljoen. Gaat hem niet worden. GS gaat voorstellen om 191 miljoen voor de N340 vrij te maken. Daar zit niet het knooppunt Varsse bij. Dat hadden wij verwacht. Daar hebben wij op geanticipeerd. Met Zwolle, Dalsen, Ommen, Hardenberg gaan wij 4 januari de koppen bij elkaar steken en bespreken wij de strategie voor het gesprek dat wij zullen hebben met gedeputeerde Boerman op 15 januari. Dan ten aanzien van het paviljoen in het centrum van de stad Ommen. Er komt een afwijking op het bestemmingsplan, een omgevingsplanvergunning. Afwijking daarvan omdat het niet past binnen het bestemmingsplan. Wat is er aan de hand? Het bouwblok moet iets verschoven worden naar het noordwesten. Daardoor komt een deel van het plan te liggen in het bestemmingsgebiedje verkeer. Daarin is geen horecaonderneming toegestaan. Maar een en ander past wel binnen de regels, de vrijstellingen zoals de raad die in 2011 heeft vastgesteld. Dan zit er ook nog iets met de dakhelling. De dakhelling
voldoet niet aan de hellingshoek tussen de 30 en de 90 graden. Die wijkt af, waardoor ook de goothoogtes afwijken. Die worden hoger dan 3 meter, maar ook dat past binnen de vrijstelling zoals de Raad die in 2011 heeft vastgesteld. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kom ik bij wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Vorige week heeft de internationale stuurgroep Kolonie voor de Weldadigheid gesproken, onder andere over de begrenzing. En daar was natuurlijk aan de orde door de Raad van Ommen aangegeven grenzen voor Ommerschans. Ik kan u melden dat deze grenzen door de stuurgroep zijn aanvaard. Ik denk een mooie stap op weg naar de UNESCO-nominatie 2018. Tweede mededeling die ik voor u heb is de decembercirculaire. Die is uit en dankzij een zeer actief ambtenaar hebben we nu al een berekening. Geeft een positief bericht voor Ommen. Voor 2015 krijgen wij extra €316.000. En structureel krijgen wij met ingang van het volgende jaar €66.000 extra. Nou, dat goede nieuws wou ik u zo tegen kerst niet onthouden. Dank u wel. Dan waren dat de mededelingen van de zijde van het college. Dan kom ik bij het verslag van de vorige vergadering. Daar is namens de fractie van de VOV, de heer De Jonge, een opmerking gemaakt. Dat gaat over agendapunt 9. Dat was het agendapunt vaststelling buitengebied Vechtoevers Zuid. Op bladzijde 9, op diezelfde, onder het agendapunt, heeft de heer De Jonge een stemverklaring afgegeven. Dat klopt ook. En hij stelt voor de tekst te wijzigen op de volgende wijze om daar op te schrijven. De VOV-fractie is voorstander van het onderdeel Koekse Geul, maar kan zich gezien de gelopen procedure niet vinden in het onderdeel vanaf oostzijde, zoals weg 9, tot rederij Peters. Met die opmerking zouden we graag het verslag willen vaststellen. Dan hebben we dat gedaan. Even aanhouden. Dan kom ik bij het eerste agendapunt van vanavond. Althans, inhoudelijk agendapunt. Dat is het hamerstuk. Vaststelling van de subsidieverordening jeugdhulp Ommen. Waarbij u wordt voorgesteld de besluitende subsidieverordening vast te stellen. Is iedereen daarvoor? Dat lijkt het geval te zijn. Dan heeft u al dus besloten. Dan kom ik bij het eerste bespreekpunt van vanavond. Dat zijn de tarieven 2016 voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties. Wie zou daarover het woord wensen? Dat is alleen de fractie van het CDA. De heer Katerberg. Maar laten we zich daar niet door weerhouden om naar voren te komen. Ja, ik dacht even dat ik de pincode vergeten was, maar dat is dus niet zo. In principe hebben wij geen problemen met de vaststelling van deze verordening. Wij komen alleen met een opmerking, die hebben we al eerder gemaakt. Als je kijkt naar tarieven van de velden, dan staat daar op enig moment bij van dat voor de accommodatie ook huur gevraagd wordt. En naar onze mening gaan daar de sportverenigingen over en niet de gemeente. Daar wou ik graag een antwoord op van de wethouder. Dank u wel. Wethouder Schelen namens het college. Voorzitter, de heer Katerberg heeft groot gelijk. Ik denk dat het op zichzelf genomen de vaststelling van de tarieven niet in de weg hoeft te staan. Dit wetende. Voor de goede orde, we gaan juist ook in 2016... het hele palet van gemeentelijke accommodaties en ook de eigendomsverhoudingen nog eens even helemaal opschudden. Ook met de vereniging bespreken. En een mooi moment, denk ik, om uw principiële punt nog eens een keer extra onder de aandacht te brengen. Dank u wel. Dank u wel. Met deze korte wisseling van gedachten kunt u instemmen met het volgende besluit om de tarieftabel 2016 behoort bij de verordening tarief voor het gebruik van de gemeentelijke accommodaties vast te stellen. Is iemand daartegen? Dat is niet het geval. Dan heeft u al dus besloten. Dan kom ik bij de huisvesting basisonderwijs.
En daarvan is mijn inschatting dat alle fracties het woord wensen. Dan ga ik rechtsom beginnen met de fractie van de ChristenUnie, de heer Van der Mooren. Dank u wel, meneer de voorzitter. In de commissie hebben wij al aangegeven dat wij wel willen meedenken over Kindplein West, maar dat dat niet betekent dat wij ook volledig al met de plannen meegaan. Met name het financiële aspect is voor ons een punt waar wij toch nog wel de nodige gedachten bij hebben. Met andere woorden, zeggen we tegen het hele project ja, maar niet nu. Op dit moment is de locatie een hot item, zo gezegd. De besturen, zo blijkt uit de stukken, die hebben voorkeur voor ook de Chevalerostraat. En het college dat bij dit hele onderwerp de regie heeft, let bijvoorbeeld op artikel 95 van de WPO, dat zeg ik dan met name voor de portefeuillehouder, die komt aan de hand van een niet voor misverstand vatbare matrix tot andere conclusies dan die besturen. En als we bedenken, en ook dat hebben we al eerder betoogd, en doen dat op dit moment met nog meer klem na de presentatie over de woningbouwmogelijkheden voor Ommen in de nabije toekomst, dat we geen enkel belang hebben bij lege gaten in Ommen. Dan kan beter worden gekozen voor één dan voor twee gaten in Ommen. Dus wat er overblijft als je de schoolgebouwen amoveert. Met andere woorden, bouw op bestaande onderwijslocaties. Daarom, voorzitter, wil ik, voordat ik verder ga met betoog van de ChristenUnie, een amendement indienen dat beoogt scholenbouw in de buurt van de Chevalerostraat te voorkomen. En dat amendement, voorzitter, met uw welnemen wil ik nu voorlezen. Betreft agendapunt huisvesting basisonderwijs integrale aanpak 2016. De Raad van Ommen in vergadering bijeen op 17 december 2015, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015, kenmerk, dan moet ik goed volgen, 15789-1578951, gehoord de beraadslagingen, het voorgestelde besluit onder 2CI te vervangen door het volgende besluit 2.C.1, I zal het moeten zijn, een vervolgstudie en de uitkomst van een interactief traject met betrekking tot de definitieve keuze van de locatie, met als mogelijkheden de huidige terreinen van de deelnemende basisscholen en aanliggende groengebieden. Punt. Bij de keuze worden infrastructurele en financiële aspecten meegenomen. Dus wij laten een stukje tekst weg. Onze overwegingen, meneer de voorzitter. In de notitie Perspectief voor Kinderen, pagina 18, is aangegeven dat de huidige terreinen van de basisscholen met 4 en 5 sterren significant beter scoren dan locatieterrein tussen gemeentehuis en voormalig politiebureau Chevalerostraat. Dat staat met 1 ster genoteerd. Open terreinen, dat is de tweede overweging. Zoals die zullen ontstaan na sloop van de huidige basisscholen, moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. De derde overweging, dat de onderzoekskosten lager zullen uitvallen bij onderzoeken van 2 locaties in plaats van 3. En de laatste, meneer de voorzitter, de Chevalerostraat is nu al zeer druk, zeker rond begin en eind van de schooldag. Om de verkeersintensiteit op die weg te laten toenemen voor het arriveren, brengen, vertrekken, halen van plusminus 700 leerlingen is niet wenselijk. Is getekend, niet alleen door ondergetekende, maar ook door de heer Middelkamp namens de VOV. Dank u wel. Dan is het amendement ingediend. Zoals we dadelijk onderdeel uitmaken van de beraadslaging en in stemming worden gebracht. En dat krijgt het letter A. Dank u wel. Zoals ik had gezegd, heb ik mijn betoog onderbroken voor het indienen van dit amendement. Dan vervolg ik over het budget willen wij ons op dit moment niet uitlaten. Dat wordt ook niet gevraagd trouwens. Ons wordt gevraagd om de notitie Perspectief voor Kinderen vast te stellen en vervolgens om opdracht te geven tot een aantal projecten. Wat de levensduurverlengende projecten betreft, meneer voorzitter, oordelen wij dat de portefeuillehouder op zijn manier een goed koopman is geweest. Of de scholen werkelijk afdoende zijn geholpen, is hun verantwoordelijkheid. En dat niet iedereen even gelukkig is met een geschetste gang van zaken, dat is kort geleden ook nog wel duidelijk geworden. Maar daarover wil ik zo dadelijk ook nog wel een opmerking maken.
Om de vervolgstappen uit te werken voor Kindplein West hebben wij geen overwegende bezwaren. Wel adviseren wij het college, dus niet alleen de portefeuillehouder, zijn regierol te behouden. Dan wat laatste opmerkingen, dat het ons wat verbaast om te vernemen dat het bestuur van het openbaar onderwijs in Vinkenbuurt het onderwijs beëindigt. En tegelijk wordt volgens hetzelfde bericht in samenwerking tussen ouders en het bestuur gezocht naar een ander bestuur. En onze verbazing betreft de werkwijze van het openbaar onderwijs. We kunnen ons voorstellen dat instandhouding van zeer kleine scholen vrijwel onmogelijk is. Maar in onze beleving besluit je dan tot sluiting, hoe spijtig ook. En nu lijkt het erop alsof de Vinkenbuurt blij gemaakt wordt met een dode mus. En ik besef, voorzitter, geen vink, een mus. Dat is de uitspraak één keer. Ik besef, voorzitter, dat deze zaak ons niet aangaat. Maar ik kon even de verleiding niet weerstaan om hierover onze gedachten te ventileren. En ik gebruik overigens wat ik zojuist heb gezegd ook nog om iets anders aan de orde te stellen en wel dit. Wat heeft de Raad te maken, in principe, met stukken die niet bij het onderwerp SEC horen of, misschien wat krom gezegd, behoren te horen? En dan doe ik op stukken die we in Notibox aantreffen. Stukken afkomstig van medezeggenschapsraden zijn interne stukken van scholen en behoren in onze besprekingen niet thuis, hoe waar de inhoud van die stukken ook is. Ik zeg dat met klem, met name wat wij over de brief van de Bernardusschool lezen. We vragen dus uitdrukkelijk om processen helder te houden, ook meneer de voorzitter, voor collega's die niet zo thuis zijn in de onderwijswetgeving. Dank u wel. Dank u wel. Kom ik bij de fractie van de LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals gezegd, er wordt ons gevraagd in te stemmen met een besluit tot het vaststellen van de notitie en een aantal aanvullende onderzoeken. Op zich kan de LPO-fractie daar wel zich in vinden. We konden het toch niet laten om een paar dingen te herhalen, ook voor de zekerheid maar even, omdat we ook daar nog geen echt uitsluitsel over gekregen hebben. We hebben eerder vragen gesteld over het feit van het nieuwe bouwbesluit. U heeft daarvan gezegd van nou, de extra kosten die daar eventueel voorkomen kunnen we terugverdienen in energiebesparende maatregelen. Dus de school neemt die voor hun rekening, de scholen nemen die voor hun rekening. Dus dat willen we toch nog even genoemd hebben. Er bereiken ons wat geluiden dat niet iedereen op alle scholen inderdaad even blij zullen zijn met dit initiatief. Hoe groot schat u de risico's in dat we dan toch weer een aantal leegvallende scholen gaan vullen met afsplitsingen van eventuele scholen? En tot slot de renovatie van de Bernardus. Toch nog even de verhouding tussen de 20 jaar renovatie en de mogelijkheid om eerder in te voegen. Is het zinvol om dat op elkaar af te stemmen? Tot zover in de eerste termijn. Dank u wel. Kom ik bij de heer Moerman, fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Het punt is inderdaad al heel uitgebreid in orde geweest, heel vaak. Waar gaat het om? Notitieperspectief voor kinderen vast te stellen. Nou, wat ons betreft kan het levensduurverlengende renovatie van de Sint-Bernardus. Dan gaat het inderdaad om welke termijn hebben we erover. Hebben we 10 à 15 jaar, hebben we het over 20 jaar. We hebben onze waardering al uitgesproken voor de samenwerking van de drie schoolbesturen. Om te komen tot een gezamenlijk kindplein. Dat heeft ook onze voorkeur. Daar zijn we positief in. Dat is ook al duidelijk geweest. Als het gaat om de locatiekeuze. En dat is nu inderdaad even een item. Wat ons betreft zijn er gewoon een aantal items waar je vanuit moet gaan. Dan gaat het inderdaad op de voorkeur van de schoolbesturen. Wat is hun voorkeur? Voor ons heel belangrijk. Het tweede is natuurlijk de ontsluiting, verkeersveiligheid. Last but not least, financiën is wat dat betreft ook een heel belangrijke. Aan de ene kant zijn er heel veel verschillende stappen al gezet. In 2011 is er al notitie gekomen van de drie schoolbesturen over de samenwerking. In 2013 is er een gezamenlijke notitie geweest. Wat dat betreft zijn er al heel veel dingen gebeurd. Aan de andere kant ga je wel iets neerzetten voor 40 jaar. Dus wat dat betreft is het wel goed om hier heel zorgvuldig mee om te gaan. Onze voorkeur. Ja, die zou in eerste instantie inderdaad liggen bij de Chef van Roostraat. Waarom?
Omdat je dan in de nabijheid zit van andere voorzieningen, ik noem het binnenzwembad en sporthal en gymzaal en puntspeelzaal en al die andere dingen wat daarbij hoort. En die andere locaties, daar hebben wij onze vraagtekens bij. Niet dat we er gelijk weer uit willen sluiten, maar we hebben onze vraagtekens bij de huidige locatie Dennekamp Coloriet. Nou, dan vraag ik me af hoe je dat met de ontsluiting zou willen gaan regelen. Datzelfde geldt voor de Guido de Bres. Dus aan de ene kant duidelijke voorkeur, aan de andere kant ga je iets neerzetten voor 40 jaar. Dus wat dat betreft, om daar nog eens heel goed een vervolgstudie, maar dat wat ons betreft hoeft dat maar een hele korte te zijn. En een van de belangrijkste dingen is de voorkeur van de schoolbesturen. Dat is een van de belangrijkste afwegingen in deze. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. De fractie van de VVD, mevrouw Lagas. Voorzitter, een agendapunt wat ons al heel wat jaren bezighoudt. Ik heb ook een aantal extra vragen gesteld laatst die keurig beantwoord zijn. Waarvoor dank. Samenvattend, het is al meer gezegd, zijn er voor ons een aantal zeer relevante zaken. Dat is een goed overzicht van de totale financiën van het hele project. We hebben te maken met nogal wat relevante nevenkosten. En die willen we naar aanleiding van het onderzoek wat staat te komen ook goed in beeld hebben voor we definitieve keuzes gaan maken. Verkeersveiligheid is inmiddels ook al een aantal keer genoemd. En dat is ook weer een kwestie van belevingen. Wat is druk en wat is mogelijk om te realiseren? Wat ons betreft is verkeersveiligheid ook een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Er wordt straks ook door het CDA-fractie een amendement ingediend wat onze fractie ook ondersteunt daarin. Standpunt van de schoolbesturen vinden wij erg belangrijk. Dat is ook hun rol. Daarvoor zitten ze daar ook. En wij vinden dat die uitgangspunten erg belangrijk. Nou, de renovatie is ook al een aantal keer langsgekomen. Levensloopverlengende renovatie. De wethouder zal er zo op reageren. Wij vinden de richting goed. Het amendement van de CU, wat net gepasseerd is. Ja, wij denken er net even anders over, dus het zal u niet verbazen dat wij dat niet gaan ondersteunen. En we zouden ook graag nog even willen reageren op de opmerking over de lege gaten die zouden ontstaan. Nou, de fractie van de VVD heeft bij de begroting aan vergadering al aangegeven dat wij geen voorstander zijn van het sowieso slopen van de gebouwen. Die zijn waarschijnlijk prima nog te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden of bijzondere huisvesting. Er is al eerder aandacht voor gevraagd en we zouden het fijn vinden als daar ook eens even met partijen over gesproken kan worden die daar wat inzien. En verder kunnen we op dit moment even volstaan met reactie weg. U zult zo het inhoud van het abonnement langs horen komen. Dank u wel. De fractie van D66, de heer De Vries-Robles. Ik doe niks anders maar. Voorzitter, dank u wel. Ik wil vanuit de fractie van D66 graag op een viertal onderwerpen nog even ingaan. En het zal duidelijk zijn dat we de notitie vaststellen vandaag, maar dat we ook het vervolgtraject aanwijzingen geven hoe we dat graag ingevuld zien. En daar is al aangegeven dat er namens de coalitie een amendement zal komen. En dat steunen wij dan ook. Ik heb vier thema's. Ten eerste de integraliteit van de notitie. Ten tweede de uitgangspunten die wij eigenlijk als D66 hanteren als we naar dit onderwerp kijken. Het derde punt zal de locatiekeuze zijn. En het vierde punt is eigenlijk de maatschappelijke functie van het onderwijs in het algemeen. Want het gaat tenslotte om jonge mensen op weg brengen naar een samenleving die in toenemende mate steeds meer een participatiesamenleving wordt. En met name over dat participatieaspect van de scholen in onze samenleving wil ik het graag hebben. Wat betreft integraliteit geeft u in de inleiding van het rapport aan dat er weliswaar gesproken is met de schoolbesturen. Maar de schoolbesturen waar u mee gesproken hebt zijn eigenlijk de schoolbesturen die betrokken zijn bij het Kindplein West. En de opmerking die ik dan graag zou willen maken is dat het, ondanks het feit dat het hier eigenlijk om een notitie gaat voor het gehele lage onderwijs in de gemeente Ommen. Ik het dus betreur als we het dan over een integrale notitie hebben, dat daar ook dan niet daadwerkelijk alle schoolbesturen die betrokken zijn bij het lage onderwijs in Ommen gewoon integraal betrokken zijn bij deze notitie. Dat neemt niet weg dat er ook wel iets over staat over die schoolbesturen die met name in Oost betrokken zijn, want die vinden dat Kindplein Oost namelijk ook een goed idee.
Maar als we dan toch integraal over het onderwijs in Ommen spreken, en dat was in onze ogen in ieder geval altijd het uitgangspunt van deze discussie, namelijk dat we nu, laten we zeggen, kijkend naar 40 jaar toekomst, een aantal belangrijke besluiten nemen. En dat betekent dus dan ook, en dat is dan, laten we zeggen, dat is een conclusie die volgt uit die gedachte dat we integraal naar het onderwerp kijken, dat we niet zo specifiek kijken naar de individuele uitgangspunten van de verschillende scholen, maar dat we uitgaan van uitgangspunten die eigenlijk voor alle scholen in het algemeen gelden. En dan kom ik op de uitgangspunten of de richtingen die wij eigenlijk als D66 daarin voorstellen. We zijn allemaal bekend met het feit dat er sprake is van een dalend aantal leerlingen op termijn. En dat betekent dat als wij nu de keuze maken om ons onderwijs te vernieuwen en toekomstbestendig te maken, we hebben het dan over de huisvesting, maar we weten allemaal dat huisvesting heel sterk in verband staat met de kwaliteit van wat je kan bieden in die huisvesting. En als er dan sprake is van een dalend aantal leerlingen en we stellen bijna raadspreekt met elkaar vast dat we graag willen een situatie aan de oostkant van Ommen en een situatie van vernieuwing aan de westkant van Ommen, dan zal het duidelijk zijn dat bij een dalend aantal leerlingen wij dus niet bouwen voor het aantal leerlingen nu. Dat betekent dat er dus ingedikt gaat worden in de schoolruimte. En dat betekent dat als drie scholen in West gaan plaatsnemen en een andere situatie in Oost, en er één school ervoor kiest om niet in die samenwerking op dit moment mee te gaan, dat dat dan dus de overgangslocatie is gedurende een periode. En nogmaals, wij gaan er niet over hoe een school gehuisvest wordt, maar als wij als gemeente kiezen voor nieuwbouw op twee locaties, voor een beperkte capaciteit waarvan we weten dat die ongeveer over 10 à 15 jaar noodzakelijk is, dan gaan wij dus ook ingroeien in die richting. En dan betekent het dat als de Bernardus dus er duidelijk voor kiest om zelfstandig te blijven, dat dat dan ook betekent dat zij hun schoolhuisvesting, als ze die zelfstandig willen houden, zelf zullen moeten bekostigen. Want wij bieden immers als gemeente passende huisvesting in twee nieuwe locaties. En nogmaals, ons uitgangspunt is dat we inderdaad vernieuwen, omdat nieuwbouwlocaties zorgen voor een veel betere onderwijskundige situatie. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het feit dat we bij nieuwbouw kunnen realiseren dat de overige voorzieningen die in het onderwijs nodig zijn, voorschoolse voorzieningen, inschoolse voorzieningen, naschoolse voorzieningen, de nabijheid van allerlei sportfaciliteiten, cultuurfaciliteiten, dat als wij daarmee rekening houden, dan bewerkstelligen wij bepaaldelijk betere voorzieningen dan op dit moment gerealiseerd zijn. Ik kom nog even terug op dat integrale aspect. Ik heb destijds een amendement ingediend waarbij wij gevraagd hebben om met name ook de integrale doorrekening van 40 jaar. En het zal u misschien niet verbazen dat ook in de huidige onderbouwing, ik vind dat de integraliteit van die berekening echt nog wel wat te wensen overlaat. Want het idee van die integrale berekening is dat wij kijken van de berekening met eventuele alternatieven, welke alternatieven scoren het beste, welke alternatieven leiden tot de laagste lasten voor de gemeente overal. En die afweging zouden we graag kunnen maken. En ik moet eerlijk zeggen dat de cijfers die we nu gekregen hebben ons wat dat betreft weinig handvatten geven om daar naar alternatieven te kijken. Gezien deze discussie en ons uitgangspunt dat we streven naar vernieuwbouw op twee locaties, zal het u ook niet verbazen dat wij de uitspraak omtrent de renovatie van de Sint-Bernardus school zien. Ja, dat zien wij echt als een overgangsperiode en dat betekent dus dat wij daar ook met een periode van 10 of 15 jaar zullen moeten rekenen. En ik wil daar wel even een parallel trekken, ook met de nieuwbouw van het Vechtdal of de verbetering van het Vechtdalcollege. Hebben wij vastgesteld dat we niet bouwen voor de capaciteit die nu nodig is, maar we bouwen voor een capaciteit die op termijn nodig is. En er is als overlooplocatie de carousel en er zijn eventueel nog andere mogelijkheden. Dat is een volstrekt analoge situatie. Ik ga nog even in ook op het rapport wat we gaan vaststellen. We hebben het gehad over de matrix waar mijn collega van de ChristenUnie
het over had, dat dat een niet mis te verstaan matrix is. Nee, die matrix is niet mis te verstaan, maar hij is wel eenzijdig in onze ogen, omdat een aantal belangrijke aspecten die in de afweging meegenomen zouden moeten worden, daarin niet vertegenwoordigd zijn. En dat leidt dan ons in ons oordeel ook tot een sterren... Nou, u zou het slag willen noemen, maar ik noem het een sterrentoekenning die niet in overeenstemming is, denk ik, met de zwaarte van een aantal onderwerpen. Dan nog over de ruimtelijke behoeften. Vastgesteld is dat eigenlijk in alle scenario's vestiging op zowel de oude Dennekamp-locatie, de oude Guido de Bres, als op de nieuwe locatie Chevrolet-Rooweg mogelijk is. Maar er wordt een vrij cryptische opmerking gemaakt over het pand wat wij eerder ook graag hadden meegenomen in de hele discussie, namelijk ons oude politiegebouw, waar immers een voorstel geweest is om daar mogelijk voor 10 jaar tijdelijke huisvesting in te regelen. Maar wij weten inmiddels ook dat de eigenaar van dat pand niet voor die keuze gaat en dat dat pand dus ook perfect in te passen zou zijn in een ontwikkeling van een scholensituatie op die plek waar dat pand bijvoorbeeld gebruikt wordt. Nou, er zijn bijvoorbeeld in het Vechtdal behoeftes aan scholing voor stagiaires die in het onderwijs ingeschakeld worden. Nou, dat pand is uitstekend geschikt om daar dat soort lesfaciliteiten en dat soort stafachtige activiteiten te huisvesten. Dus wij zouden u in de alternatieven die nu ontwikkeld worden ook graag mee willen geven. Betrek nou vooral ook dat pand qua creatieve ideeën wat er mogelijk is om te plussen rondom die schoollocatie die daar gevestigd zou kunnen worden. En ook de opmerking van woordvoerder van de VVD zou ik op dat gebied willen ondersteunen. De locaties die vrijkomen, daar zijn prachtige invullingen denkbaar zonder dat die überhaupt ten koste van ons woningcontingent hoeven te gaan. Dus wat de fractie van de D66 betreft stellen wij de notitie perspectief vast, maar wel met een aantal kanttekeningen. De integraliteit had wat bij ons nog iets sterker gemogen. En wij vinden met name de matrix vertegenwoordigt niet de argumenten die wij daar graag in gezien hadden. En in het amendement wat zo aan de orde komt, zullen wij u ook kenbaar maken dat wij vinden dat er helemaal niet meer een zwaar onderzoek rondom de locatiekeuze hoeft te komen. Feitelijk alle argumenten die we daaromtrent zouden kunnen vaststellen, die zijn al verwoord in vorige studies, respectievelijk in de studie van het ICS die in 2011 verschenen is. Dus wat ons betreft kunnen we daar vrij snel mee voort. En dan is dus de vraag die zich dan stelt, kunnen we dan ook daadwerkelijk voortmaken met de ontwikkeling van de daadwerkelijke invulling van de bouw. Dan hebben we het dus over ruimtesbehoeftes, samenwerking met de partners die daarin moeten gaan werken, enzovoort, enzovoort. En als laatste nog iets over de verkeersveiligheid. Het zal, denk ik, aan alle partijen om het duidelijk zijn dat de Chevrolet-Rooweg een drukke weg is. Maar het feit dat de infrastructuur op de plek waar die school eventueel zou kunnen komen nog geheel aangelegd moet worden, dat schept een uitgelezen mogelijkheid om daar allerlei voorzieningen te treffen die juist de verkeersveiligheid dienen. We hebben het dan over kiss-and-ride mogelijkheden, extra faciliteiten rondom parkeren en dat soort zaken. En die zijn er op de locaties waar de scholen op dit moment gehuisvest zijn die mogelijkheden er gewoon niet. Dank u wel. De fractie van de VOV, de heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, bij de kadernota, bij eerdere voorstellen over dit onderwerp in de laatste commissievergadering en nog wel vaker dan deze momenten, hebben wij gepleit voor deelname van 4 scholen aan dit mooie avontuur van het Kindplein. Dat is helaas niet gelukt. We zullen er ook niet over blijven herhalen. Maar nog één keer zei opgemerkt, voorzitter, dat als, en degene die dat gedaan heeft, die zou een en ander kunnen beamen, als je kijkt naar de leerlingenprognoses, voor wat ze waard zijn, de geactualiseerde in de laatste versie, en je zou kijken hoe de situatie er over 10 jaar uitziet, dan hoef je niet heel erg rekenkundig onderlegd te zijn om te snappen dat de 4e school daarvan zo lang zal ze leven nooit in gaat passen. En zeg nooit nooit, maar in de termijn zoals die is bedoeld. En daarmee, voorzitter, zullen we er verder niet op ingaan en gaan we ons best doen om dit punt niet nog vaker onder uw aandacht te brengen, want dat is inmiddels genoegzaam gebeurd. Voorzitter, de VOV wil wel graag dat er heel snel een start gemaakt wordt met deze plannenmakerij en dat er
geen verdere vertragingen meer zullen worden opgelopen. Het traject duurt inmiddels, heb ik me laten vertellen, het is enigszins voor mijn tijd, of althans wat betrokkenheid betreft, dat we al bijna 10 jaar met elkaar in gesprek zijn over dit onderwerp. 2006 heb ik gehoord, dus dat zou dan inderdaad bijna 10 jaar kunnen zijn. Maar ik hoor wel, als het anders is, het is ook niet zo belangrijk. Het heeft te lang geduurd, de nood is hoog en we moeten snel aan de slag. Dat is het punt. En daarom, voorzitter, hebben we een aantal suggesties die onze wens om snel aan de slag te gaan enigszins kunnen ondersteunen. Een van de suggesties kwam zojuist al voorbij en u heeft al gehoord dat wij het amendement van de ChristenUnie hebben ondersteund. En dat gaat over het schrappen van een van de 3 locaties die, als je kijkt naar de objectieve wegingscriteria, ver onderscoort ten opzichte van de 2 andere. Dus dat onderzoek kunnen we op zak houden. Bovendien heb ik me laten vertellen, ik geloof dat dat nog niet voorbij is gekomen, dat er wellicht bodemonderzoek vanwege vroegere bestemmingen op het terrein waar we het over hebben aan de Schevelroosstraat, bodemonderzoek nodig zou zijn. Dat kunnen we ook uitsparen. Dus laten we zo snel mogelijk kiezen voor een van beide locaties. Dan, voorzitter, één die ook wat snelheid wat ons betreft zou mogen. En dat heeft te maken met de dislocatie Fluitenkruid van Kardoen. Op dit moment staat in het plan een verbetering van het Fluitenkruid gekoppeld aan de realisatie van Kindplein West. Dat vindt, zoals het er nu uitziet, 2017 plaats. Maar als je, zoals we gedaan hebben, vrij recent kennis neemt van de situatie bij het Fluitenkruid en je weet dat je daar moet renoveren en je weet dat het daar nauwelijks nog warm te stoken is en dat de onderhoudstoestand heel erg slecht is, waarom dan wachten voor een locatie die op termijn aan Kindplein Oost een plek zal krijgen, wachten met deze investering? Als we de investering nu doen, heb je langer rendement ervan. De jaarlijkse afschrijving is korter, dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Ik geloof dat u alles heeft aangegeven in de commissie, dat het een bedrag van rond een ton zou vergen. Die wordt niet anders als we dat in 2017 of 2018 uitgeven. De school zit erom te springen, dus we zouden heel graag horen in hoeverre de wethouder die koppeling en die verbinding aan Kindplein Oost eraf kan halen, zodat het Fluitenkruid met grote spoed kan worden aangepakt. Dan, voorzitter, de voorzieningen wat betreft de kindopvang. Ook in de commissie al aangegeven, wij zouden heel graag zien dat er in het Kindplein een opvang en onderwijssituatie gerealiseerd zou worden voor de duur van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds en voor alle kindertjes van 0 tot 12 jaar. Dus inclusief kindopvang, buitenschoolse opvang, etc. Het scheelt voor de kinderen zelf, voor ouders, voor grootouders, heel veel gezeul met kinderen. En ik heb me laten vertellen dat het misschien in het nadeel zou zijn van scholen die nu geen deelgenoot uitmaken, geen deel uitmaken van Kindplein West, maar, voorzitter, dat zou geen argument mogen zijn om het dan maar niet te doen en het te laten, omdat je anders scholen daarmee zou benadelen. We hebben nu de kans, is al eerder gezegd, dat we voor 40 jaar een hele mooie, goede investering gaan doen. Dus laten we dit zo goed mogelijk proberen mee te pakken. Deze onderwerpen staan weliswaar in het plan, maar het staat er een beetje zo in. En we zouden heel graag van de wethouder horen of daar wat toezeggingen mogelijk zijn om het wat daadkrachtiger en wat met meer aandacht te gaan invullen. En dan, voorzitter, komen we bij ons laatste punt. En daar hebben we een amendement voor voorbereid. En dat punt heeft alles te maken met het gymlokaal. In het huidige plan, voorzitter, is expliciet vermeld, ergens in de tekst, in een bijzinnetje of zo, dat het gymlokaal geen deel uitmaakt van de nieuwbouw. Voorzitter, wij hebben de moeite genomen om alle directies van alle deelnemende scholen nog eens te bevragen op dit punt, hoe ze daar tegenaan kijken. En ik zal u in het kort, zonder de emoties die ik daarbij heb mogen aanhoren, in het kort deelgenoot maken van wat de directies van de scholen daarbij teruggeven. De scholen voelen zich op dit moment behoorlijk achtergesteld ten gevolge van de groei van het Vechtdalcollege. Er is nu sprake van een grote capaciteitsproblematiek en de basisscholen die trekken naar hun idee aan het kortste eind en voelen zich daar ook duidelijk bij achtergesteld.
Als er dan al tijd is om te kunnen sporten en te kunnen bewegen, dan geldt met name voor de kleinsten, de onderbouw, dat de jassen aan moeten, de jassen moeten uit, de kindjes lopen niet zo snel. Dus voor een uurtje sporten, voorzitter, zijn de kinderen al gauw een halve dag kwijt, of een hele ochtend zou je kunnen zeggen. En dat is eigenlijk zonde van de tijd, dat zou veel sneller en veel efficiënter kunnen. Als je dan kiest voor een kindplein, je deelt voorzieningen, je deelt faciliteiten, je werkt samen, dan is bij uitstek een gymlokaal een geschikt fenomeen om integraal onderdeel van die huisvesting te laten zijn. Daarnaast, voorzitter, is er een maatschappelijke tendens gaande dat bewegingsonderwijs steeds belangrijker wordt gevonden. Er is een verschuiving gaande van het traditionele denken in onderwijs voor rekenen en taal. En die verschuiving gaat richting een veel bredere talentontwikkeling. En daar hoort sport, lees bewegingsonderwijs ook bij. En daarom, voorzitter, hebben we een amendement voorbereid om in de komende plannenmakerij een scenario op te nemen dat erin voorziet dat er een gymlokaal onderdeel uitmaakt van het kindplein. En ik lees u graag het besluit voor. Besluit in het voorliggende besluit punt 2 bij C toe te voegen punt 4-I. In het plan voor gezamenlijke nieuwbouw een scenario toe te voegen voor realisatie van een voorziening voor bewegingsonderwijs, lees gymlokaal, voor gezamenlijk gebruik door de deelnemende basisscholen. En een korte toelichting daarop, voorzitter, is een belangrijk uitgangspunt in de realisatie van gezamenlijke huisvesting voor basisscholen is samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van de voorzieningen in het gebouw. In de notitie Perspectief voor Kinderen is expliciet vermeld dat een gymlokaal geen onderdeel uitmaakt van de te realiseren nieuwbouw Kindplein West. De maatschappelijke tendens is echter dat bewegingsonderwijs steeds belangrijker wordt gevonden. Naast ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden op basisscholen wordt talentontwikkeling in brede zin steeds meer gestimuleerd. De directies van de 3 deelnemende scholen in de nieuwbouw hebben unaniem aangedrongen op realisatie van een gymlokaal in het nieuwe Kindplein West. Voorzitter, hij is inmiddels getekend en ik... Dan is ook dit amendement ingediend. Het gaat onderdeel uitmaken van de beraadslaging en van de stemming zo dadelijk. En deze krijgt B als kenmerk. Voorzitter, dank u wel. En daarmee is onze eerste termijn achter de rug. En zien we elkaar straks weer terug bij de tweede termijn. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van het CDA. De heer Leuwink. Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ja, ik heb even op de klok gekeken. En ik ben toch wel heel erg blij dat we 3 juli besloten hebben om niet om 12 uur nog aan dit thema te beginnen. Dus wat dat betreft voel ik me nu wat opgeluchter en ook wat frisser. 3 december, sorry. Wat zei ik, september? Juli. We moeten nog verder weg. Dan zat ik op vakantie. Oké. Dus ik ben toch niet zo wakker. Oké. Allereerst, voorzitter, is het goed om te zien dat dit raadsvoorstel een goede stap is om de huisvestingsproblemen met betrekking tot het basisonderwijs in de kern van Ommen aan te pakken. Dat is fijn. Daar zijn we ook blij mee. Maar er zijn voor het CDA wel 4 punten van belang die ik graag even wilde toelichten. Allereerst, de basisschool, de Sint-Bernardus en de dislocatie Fluitenkruid worden levensduur verlengend gerenoveerd. En het realiseren van een kindplein West heeft nu voorrang. Dat wil zeggen, de 3 basisscholen, de Dennenkamp, de Coloriet en de Guido de Brij, samen in 1 mooi, nieuw, modern te realiseren schoolgebouw. Prachtig. Het CDA is dan ook erg blij met de brief van 18 november jongsleden van de 3 gezamenlijke schoolbesturen. Die willen participeren in dit Kindplein West, waarin staat dat de gezamenlijke schoolbesturen zich uitspreken op 1 lijn te zitten wat betreft de gezamenlijke huisvesting van de 3 genoemde scholen. En tevens berichten zij vanuit een achterban groen licht te hebben gekregen om verder te gaan met het realiseren van dit Kindplein West. Prachtig.
wat de heer Van Mooren ook al aangaf, en dat vind ik dan toch wel een beetje vervelend, dat er nu twee brieven binnengekomen zijn van de verschillende MR's, van de Dennekamp en van Sint-Bernardus, waarin de MR's zich uitspreken voor een bepaalde keuze of aanbevelingen doen. Dat maakt het er voor ons, tenminste als gemeenteraad, toch wat lastig op. Je hebt zoveel partners op dit gebied en belanghebbenden op dit gebied. En denk maar aan een MR of een directie of een bestuur. Ja, op een gegeven moment dan weet je niet waar je mee moet praten. Dus ik zou heel graag zien dat dit soort brieven via van MR's of zo, dat die toch via het bestuur zouden gaan. Dat vertroebelt de zaak minder, is wat duidelijker, weet je ook hoe de zaak afgedekt wordt. En de brief van 18 november van de drie schoolbesturen geven toch duidelijk aan dat zij op één lijn zitten met een achterban. Dus dat vind ik dan jammer, dat mensen toch nog via deze weg dat proberen binnen te brengen. Ook heb ik gelezen dat de mensen achter de notitie perspectief voor kinderen staan, en dat is natuurlijk ook fijn. Als tweede punt, het CDA staat ook achter het Kindplein Oost, over 10 jaar te realiseren met het palet en het cardoen op het terrein van het palet. En ik dacht dat de heer De Vries Robles het al gezegd had. Het is natuurlijk ook wel van belang als wij iets willen, dat ook de school en zeker de schoolbestuur daarin gekend worden. We hebben leuke plannen, maar het moet natuurlijk wel afgedekt worden met wat ook de schoolbesturen willen. En als wij iets ter schrift stellen, dan moet je wel rugdekking hebben. Als derde punt. De Bernardusschool na 10 jaar eventueel aansluiten bij het Kindplein West of Kindplein Oost. Dat is ons voornemen en daar wou ik het voorlopig ook maar even bij laten. Het vierde punt. Gezien de vele door de jaren heen geproduceerde onderzoeksrapporten, onderzoeken, correspondentie tussen schoolbestuur en college, vice versa, is het voor het CDA een vervolgstudie niet zo nodig. En kunnen we volstaan met een quickscan, waarbij alle bestaande onderzoeken en wensen van de betrokken schoolbesturen worden meegenomen. De quickscan kan in korte tijd gerealiseerd worden en de te hanteren parameters zijn volgens ons verkeersveiligheid, belangrijk, de financiën, de aanwezigheid van voorzieningen en vooral ook de voorkeuren van de betrokken scholen. De door de quickscan geleverde voorkeursvariant kan dan nader uitgewerkt worden. Voorzitter, omdat niet alleen het CDA hierover denkt, komt de coalitie bestaande uit CDA, VVD, D66 en de Partij van de Arbeid met een amendement op het voorgenomen raadsbesluit. Dit amendement zou ik u graag willen voorlezen. En ik moet ook al die nummers voorlezen. Hoe kort, hoe beter. Nou, dan bespaar ik dat bovenste stuk, zal ik dan overslaan. En het beginnen bij het besluit. Het besluit staat dan in het voorliggende besluit punt 2c te vervangen door het volgende. Daar zal ik dan beginnen. Punt 2c. Gezamenlijke nieuwbouw van de basisscholen Guido de Bre, het Coloriet, de Dennekamp, zo mogelijk in combinatie met onderwijsgerelateerde maatschappelijke voorzieningen, waarbij als eerstvolgende stap in het voorjaar van 2016 wordt voorgelegd. En dan komt er zo'n i'tje. Een quickscan waarbij de aanwezige data vanuit de bestaande onderzoeken en wensen van de betrokken schoolbesturen worden meegenomen en waarbij de volgende parameters worden gebruikt. Het zijn de vier. Ten eerste, aanpasbaarheid van de verkeersveiligheid. Ten tweede, de financiën natuurlijk. Drie, de aanwezigheid van de voorzieningen. En het vierde, voorkeur van de scholen die participeren. Dan komt er zo'n tweede i'tje. Die kan wat ons betreft vervallen. En daar staat dan een nieuw i'tje, twee dubbel i'tje. De uit de quickscan komende voorkeursvariant wordt dan verder uitgewerkt. Punt. En het derde i'tje, dat wil ik u wel voorlezen, dat kan blijven staan. Maar goed, als we toch één keer bezig zijn. Een plan van aanpak voor de periode tot de daadwerkelijke start van de bouwwerkzaamheden, inclusief financiering van de voorbereiding. Nou, dan een korte toelichting. Ik heb het net al verteld, maar ik wil het graag even weer herhalen.
Toelichting. Gezien de vele door de jaren heen geproduceerde onderzoeksrapporten, onderzoeken en correspondentie tussen de schoolbesturen en het college vice versa, is een vervolgstudie niet nodig en kunnen we volstaan met een quickscan, waarbij alle bestaande onderzoeken en wensen van het betrokken schoolbestuur worden meegenomen. De quickscan kan in korte tijd gerealiseerd worden en de te hanteren parameters zijn verkeersveiligheid, financiën, aanwezigheid voorzieningen en voorkeur van betrokken scholen. De door de quickscan geleverde voorkeursvariant zal dan nader uitgewerkt worden. Ommen, 17 december 2015. Dank u wel. En ook dit amendement ingediend zal ook onderdeel uitmaken van de beraadslagingen en zo dadelijk van de stemming. En deze krijgt het kenmerk C. Dank u wel, meneer Leuwik. Dan kijk even naar wethouder Schelen of hij direct aan de bak kan. Dat kan. Wethouder Schelen namens het college. Voorzitter, dank u wel. Er zijn heel veel verschillende opmerkingen gemaakt vanuit de fracties. Er zitten wel een paar lijnen in die denk ik wel belangrijk zijn om te markeren. De eerste is dat ik een brede instemming proef om het basisonderwijs in Ommen echt een forse impuls te geven. Het tweede is dat toch ook ik de principiële bereidheid proef om dat te realiseren in de vorm van kindlijnen. En te beginnen in West. En dat is denk ik ook belangrijk om vast te stellen. En vervolgens stel ik vast dat ook breed in deze raad er de wens is om waar mogelijk zo snel als mogelijk te handelen. En dat zijn zaken denk ik die in ieder geval zeg maar erg helpen in dit dossier. Waarbij ik wel vaststel dat er nogal een aantal verschillende accenten liggen. Moet maar eens even kijken hoe we dat straks bij elkaar passen. Laat ik dan beginnen met de bijdrage van de heer Van der Mooren. Die heeft nadrukkelijk aangegeven dat hij in ieder geval één locatie wil uitsluiten. Nou, locatie wordt erg verschillend over gedacht, dat is duidelijk. De plussen en de minnen zijn denk ik verwoord. Uiteraard is dat aan de raad. Het is wat betreft het college het meest verstandig om zeg maar de finale keuze voor een locatie te bepalen, niet nu. Maar enigszins later aan de hand van onderzoek en of dat nou een quick scan is of anderszins. Wij denken dat we nog wel een aantal dingen kunnen uitzoeken en dat het ook wel verstandig is om dat te doen. Juist gegeven het feit dat wij hier iets, toch wel iets neerzetten voor 40 jaar. De heer Van der Mooren wees er wel op van het is wel wezenlijk dat in dit dossier de gemeente de regierol heeft en houdt. Dat ben ik erg met hem eens. Het is natuurlijk wel zo dat wij zeer willen luisteren naar datgene wat de schoolbesturen inbrengen. Per slotverrekening zijn zij degene die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de vorming van kinderen. Maar het is inderdaad waar, hier spelen andere zaken in termen van openbaar bestuur. Het gaat over veel financiën, grote bedragen. En het gaat natuurlijk ook over een stukje ruimtelijke invulling. En ja, daar is de gemeente voor verantwoordelijk. Dus dat ben ik met u eens. Ja, er zijn ook een aantal opmerkingen geweest over de bijdrage van de medezeggenschapsraden. In algemene zin moet ik zeggen dat het college daar niet zoveel moeite mee heeft. In die zin dat wij wel begrijpen dat dit gaat wel over iets. En dat gaat dus ook wel gepaard met emotie van ouders, al dan niet vertegenwoordigd in medezeggenschapsraden. En het is ook belangrijk om te luisteren naar al die geluiden. En het is ook zo dat in ieder zich natuurlijk in wat voor hoedanigheid zich ook kan wenden tot het gemeentebestuur. Daar willen wij ons ook absoluut niet voor afsluiten. Maar dan moet er wel bij gezegd worden, en daar heeft natuurlijk de heer Van der Mooren en ook anderen wel een punt. Formeel praten wij natuurlijk wel met de besturen. En het is aan de besturen om, zeg maar, intern, hè, dus met medezeggenschapsraden en met de schoolbevolking verder van gedachten te wisselen. En dat is ook wel het proces wat wij nu verder in willen gaan. Want, kijk, dit proces is natuurlijk wel een wat we juist ook met de schoolbevolking willen doen. Maar dan is het inderdaad in eerste instantie wij praten met de schoolbestuur. Dan de LPO, de heer Remmers,
wees nog even op van, kan toch even precies worden gemaakt hoe dat nou zit met het nieuwe bouwbesluit. Heeft het goed begrepen? Het is inderdaad zo dat het nieuwe bouwbesluit met zich meebrengt dat er een aantal extra duurzaamheidseisen gesteld kunnen worden. En daarvan hebben wij afgesproken met de schoolbesturen dat zij die extra kosten voor hun rekening nemen. En dat het ook passend is, omdat dat leidt tot vermindering van de exploitatie. Dus zij kunnen dat ook dragen. Dat heeft u goed begrepen en zo is het ook afgesproken. U heeft zorgen over het feit dat niet iedereen blij is met een keuze. Nou, ik denk inderdaad dat dit zo'n groot project is dat het volstrekt onmogelijk zal zijn om hier een 100% score op te krijgen. Ik stel wel vast tot nu toe, en er is ook naar gewezen bijvoorbeeld aan de brief van de drie besturen, dat er heel goed wordt samengewerkt. En natuurlijk is wel communicatie de komende maanden wel een heel belangrijk punt om juist de schoolbevolking goed mee te krijgen in het vervolgproces. Dan is natuurlijk de vraag die u stelde van ja, de Bernardus, 20, 15 of 10 jaar. Dat is zeer bepalend. De fundamentele keuze die u zelf maakt, en ik heb daar een aantal fracties ook over horen spreken, van ziet u dit als een opmaat voor een eventuele invoeging van de Bernardus in een van de kindpleinen? Zo niet, en met name de heer De Vries-Robles was daar heel principieel in, van dan is het aan de Bernardus om te kiezen van, kiezen zij voor een inpassing in een kindplein, hè, dan zijn ze van harte welkom. Kiezen zij er niet voor, hè, dan kan dat ook, hè, want zij gaan er principieel zelf over, maar dan dienen zij zelf de kosten daarvoor te dragen. Nou, het zal duidelijk zijn dat als de raad aangeeft van goh, wij kiezen voor die principiële stellingname, dat een termijn van 10 jaar meer in de reden ligt dan een langere termijn. Juist omdat we ook bij Kindplein Oost de termijn op 10 jaar hebben gezet. Dus dat is daarbij wel gezegd. Nou, de heer Moerman heeft ook aangegeven van juist het belang van zorgvuldigheid gegeven de 40 jaar, maar dat toch wel zaak is om nu door te pakken. En wat hem betreft kan er een korte notitie volstaan. Ik heb ook genoteerd dat hij juist voorkeur heeft voor de Schifferstraat, waar anderen zeg maar een voorkeur hadden voor een andere locatie. Mevrouw Legas gaf een aantal items aan die de komende tijd goed moet worden uitgewerkt. Financiën, dat met mijn andere pet op kan ik dat snel toezeggen. Dan de nevenkosten. Dat is een hele belangrijke, want er zijn natuurlijk altijd andere kosten die je niet direct in beeld hebt die erbij komen. Bijvoorbeeld verkeersontsluitingen en dergelijke. Daar zullen we zeker oog over krijgen. Verkeersveiligheid, jazeker. En de wensen van de besturen. Nou, ze zijn betrokken in het proces, hoewel als gezegd de gemeente daar de regie in heeft. Maar natuurlijk houden wij rekening met hun wensen. En ja, wat betreft de leegkomende schoolgebouwen, daar hebben we inderdaad ook al eerder over gehad. Kijk, dit is natuurlijk pas aan de orde in 2017. Maar ja, regeer is vooruitzien. Dus we zullen ook in het jaar 2016 daar zeker over van gedachten wisselen. Het kan wel min of meer los van dit project, om het zo maar te zeggen. Maar dat dit in 2016 ook een gesprek wordt, dat is duidelijk. Dan de heer Refriso Robles. Ja, was enigszins teleurgesteld over de maat van integraliteit van de notitie. Deels kan ik dat wel volgen. Ik wijs er wel op dat juist de door hem gevraagde kapitaalslastenreeksen wel juist ook een bevestiging zijn van het feit dat over 10 jaar juist er een gat is. Dus dat is juist die opmaat voor Kindplein Oost. Had u opmerkingen over de Bernardus. Nou, heel helder en klip en klaar hoe u erover over denkt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de andere fracties zich daarover uitspreken. Dat is natuurlijk ook richtinggevend voor het college. U had nog de suggestie om het politiebureau te betrekken bij het geheel. Ik heb u goed begrepen, en ik dacht dat het ook een eerdere suggestie was van mevrouw Legas, om het politiebureau eventueel te betrekken bij het geheel als een soort extra kans. Het is dus niet, denk ik, een invulling van het kindplein zelf, maar ik heb u begrepen als een extra kans. Dat vind ik een hele nuttige suggestie, dus die wil ik graag meenemen in dit verhaal. En als gezegd, verkeer wordt een belangrijk item. Dan de heer Middelkamp. Ja, laat ik ook nog maar eens keer, maar dan voor het laatst, zijn stelling van harte onderschrijven. Ook het college had graag gezien dat vier besturen hadden meegedaan aan dit geheel.
aan een kindlijn. Helaas is dat hem niet geworden, maar we delen uw principiële stellingname, dat waren beter geweest. Maar goed, we hebben van doen met de besturen en een van de besturen heeft daar een andere keuze in gemaakt. U heeft nadrukkelijk aangegeven dat u ook snel een start wil, geen vertraging meer, dat nemen we graag ons ter harte. Een van de elementen die daarbij kan passen om niet voor de Chevreau-staat te gaan, is wat u zegt over het bodemonderzoek. Ik kan u op dat punt wel enigszins geruststellen, want het bodemonderzoek dat gaat over het onderzoek naar de gevolgen van de voormalige vuilnisbelt. En die is aan de andere kant van zeg maar de carousel. Maar ja, juist gegeven het feit dat je met grondwater en dergelijke, is het wel verstandig om daar onderzoek te doen. De eerste peiling, we hebben een voorzichtige peiling gemaakt, geeft op dat punt geen drama's te zien. Maar dit is natuurlijk wel zo belangrijk dat je dat moet doen. Met andere woorden, het bodemonderzoek zal niet zeer ingrijpend zijn naar onze verwachting. Zal dus ook echt geen vertraging opleveren. Mocht daar iets enorms uitkomen, ja, dan komen we uiteraard bij u terug. Dat spreekt voor zich. Maar het is dus niet een echte. Het onderzoek zelf is geen zware kostenpost. En wij denken ook niet dat het een zware vertraging in het proces hoeft te zijn. Dan heeft u een pleidooi gevoerd voor het fluitenkruid. En ik moet zeggen, ik vond dat een overtuigend betoog. Ik zeg niet dat het daarmee gerealiseerd kan worden, maar u heeft in zoverre wel gelijk dat uit de eertijdse ICS-rapportage het fluitenkruid juist als de slechtste eruit kwam van de hele Ommer schoolbestand. En de vraag is dus van, goh, kan het ontkoppeld worden van? Er zitten wel een aantal kanttekeningen bij natuurlijk. Het eerste is, dat moet intern natuurlijk worden gekeken naar de financiën. Wellicht dat daar in termen van voorfinanciering met bestuur een mogelijkheid ligt. U heeft volkomen gelijk dat je dan, gelet op de 10 jaar, een betere spreiding van kosten heeft. Dus ik vind dat een zeer interessant idee. En ik neem dat graag mee in de verdere beraadslagingen. Dan heeft u in feite ook het principieel verhaal neergezet over van, goh, hoe zien we dat nou, vorming van kinderen van 7 uur tot 7 uur, van 0 tot 12. En kunnen we meer expliciet maken dat de kinderopvang erin hoort, in de breedste zin van het woord. Nou, we hebben ook al eerder aangegeven, het hoort erbij. Natuurlijk gaat het om vorming van kinderen zoals u dat geschetst heeft. Ik zeg er wel bij dat het natuurlijk wel uitmaakt welke locatie er uiteindelijk gekozen wordt. Kijk, op het moment dat er sprake zou zijn, bijvoorbeeld van de locatie Carousel, dan ligt het iets minder voor de hand om daar een uitgebreide kinderopvang inpandig te realiseren in een kindplein. Waarom? Omdat direct daarnaast, in het huidige Carousel, zo'n voorziening is. Dus daar moet je wel goed naar kijken. Maar ten principale, het gaat wel degelijk over de integrale vorming van kinderen met doorgaande lijnen, warme overdrachten, dus het principe staat. Als, want dat is wel de consequentie, als er zou worden besloten om het kindplein op een andere locatie te doen, bijvoorbeeld op de huidige plaats van Coloriet en Dennekamp, op die locatie, dan ligt het inderdaad meer in de reden om daar wel degelijk inpandig iets te doen. Dus daar hangt het wel mee samen. Nou, zo moet hij in feite ook de notitie zoals gesteld zien. Dan tenslotte uw pleidooi voor het gymlokaal. Eerlijk gezegd kan ik dat niet volgen. Om een aantal redenen. Kijk, allereerst vind ik het wel wat lastig dat aan directies is gevraagd. We hebben eerder gezegd van, goh, het is wat ingewikkeld om medezeggenschapsraden direct erin te betrekken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor directies. Ook daar hoort het in het verkeer gewoon netjes via de besturen te gaan. Dat is één. Twee, ja, het is natuurlijk ook wat vreemd om aan directies te vragen van, goh, wil je iets extra's hebben? Ja, je mag van een directie toch in gemoed niet verlangen dat ze dan zeggen van, goh, doet u dat maar niet. En dat vind ik eigenlijk nog wel de belangrijkste, de vraag is of er een noodzaak is. En het antwoord daarop is ontkennend. Want de uitbreiding van gymnastiek onderwijs wat nodig is, komt door de groei van het vechtal. Komt niet door het kindplein. En we hebben, en dat daar iets moet gebeuren, staat vast. En dat er uitbreiding van het gymnastiek lokale in Ommen noodzakelijk is, dat staat ook vast. Maar dat staat dus op zichzelf genomen los van het kindplein. En het is ook niet nodig om te integreren in het kindplein, om de simpele reden dat we nu nog niet weten
waar die locatie is. Kijk, stel dat het bij de carousel is, dan is het zelfs zeer merkwaardig om het daar te doen. Want dan ligt het natuurlijk wel erg voor de hand om juist de carousel uit te breiden. Het zou zeer onwenselijk zijn om het dan in de kindplein zelf te integreren. Dus mijn overweging zou zijn van, het is ook weer erg belangrijk dat we eerst die locatie met elkaar vaststellen. Bewegingsonderwijs is onafhankelijk van een kindpleingedachte. Dat wordt veroorzaakt door het Vechtdal. En ja, wij snappen met elkaar dat we daar iets in moeten. Ik zeg u wel toe dat nog in de eerste maanden van 2016 wij over dat gymnastiek onderwijs met u van gedachten kunnen wisselen van welke mogelijkheden daar zijn. Dan tenslotte het CDA. Veel heb ik in feite al gezegd. De heer Leuwik heeft ook weer een aantal punten genoemd over Bernardus Kluiterkruid. Ook het verhaal van de medezeggenschapsraden. Geheel eens. Schoolbesturen, daar gaan we inderdaad mee in gesprek. Ook u heeft aangegeven dat u de Bernardus uitbreiding voor 10 jaar denkt. Ik vind het heel belangrijk ook in tweede termijn van de andere fracties te horen hoe zij daarin staan. Want dat is wel richtinggevend natuurlijk voor de renovatie die wordt uitgegeven. Dan idee om een quick scan te doen op de 4 punten. Ik denk dat heel dicht zit bij datgene wat het college heeft voorgesteld. Ik begrijp dat u vooral ook de vaart erin wil houden. Staat u mij toe om even kort met het college over de onderscheiden amendementen, inclusief deze, te spreken. En dan kunnen we in tweede termijn, denk ik, dit dossier weer een heel eind verder brengen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dat was een behoorlijke wisseling in eerste termijn. Ik kan me voorstellen dat er nog wel behoefte is aan een tweede termijn. Die is mogelijk iets korter. Maar ik check eerst even of dat in één adem door kan of dat er behoefte is aan een korte schorsing bij een fractie. Dat lijkt niet het geval te zijn. Wel? Ja, tenzij een fractie een schorsing wil, maar dat lijkt niet het geval te zijn. Nee, dan gaan we gewoon door. Ja, doorgeven. Er is iets gestrand bij de VVD. Oh, bij D66. Ik was zeggen, premier Rutte is hier niet verantwoordelijk voor, maar nee. Het is nu een zoontje bij D66. Hij is heel erg in tegenwoordig. De heer Van der Mooren, ChristenUnie-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil beginnen met een uitspraak uit de beantwoording van de portefeuillehouder zojuist. Dat van belang is om de uitspraken van de fracties aan te horen die daarmee richtinggevend zijn en kunnen zijn, moeten zijn denk ik ook wel, voor het college. Dat is een behoorlijk belangrijke uitspraak. En waarom haal ik dat aan? Omdat dat een duidelijke onderstreping is van waar die regierol ligt, waar ik het in eerste termijn over had. En dan verbaast het mij toch wel een beetje dat in de respectieve bijdrage van de collega's lijkt alsof de raad het voor het zeggen heeft wat er gaat gebeuren met huisvesting. Ik ga niet in op details. Misschien eentje dat als een school toe is of een bestuur toe is aan uitbreiding van huisvesting. En dat gaat dan in casu over de Bernardus dat het schoolbestuur dat dan zelf moet betalen. Nou, dat zijn uitspraken die natuurlijk kant nog wel raken. Dat is een beetje jammer. En dat heeft denk ik te maken met de laatste uitspraak die ik in mijn eerste bijdrage deed. Dat niet iedereen even goed op de hoogte is van. Wat wij wel van belang vinden is inderdaad die regierol bij de gemeente en dat een aantal onderwerpen. Ik werd toch niet al te persoonlijk, voorzitter? Nee, maar er kwam een interruptie van de heer De Vries Robles. Voorzitter, dank u wel. Op de terugweg maakte u zojuist nog de opmerking dat de schoolmeester het zo goed wist. En u doet het nu ook weer voorkomen alsof de regelgeving tegengaat dat als de gemeente voldoende voorzieningen aanwezig heeft en een school verzoekt op een bepaalde locatie om uitbreiding, dat de gemeente dan gehouden is om daarin toe te stemmen. Dat is namelijk niet zo. De gemeente stelt de capaciteit beschikbaar, maar de scholen kunnen een aanvraag erop doen. Maar als die capaciteit er is, dan wordt er dus ingehuisd op andere plekken waar die capaciteit aanwezig is. Zo zit de regelgeving in elkaar. De heer Van der Mooren.
Ik dank u wel, voorzitter. Kennelijk beschikt de heer De Vries-Robles over een andere wetgeving dan ik beschik. Het lijkt me te ver gaan. Dat is niet om een antwoord te ontvluchten, om hier gedetailleerd op in te gaan. Maar waar ik op andere momenten waardering heb voor de kennis van de heer De Vries, gaat dat nu niet op. Het heeft namelijk alles te maken, maar u zou de huisvestingsverordening van Ommen is erop na kunnen lezen en leest u meer. We hebben het niet over de huisvestingsverordening van Ommen. We hebben het over de wetgeving die regelt dat de gemeente gehouden is om onderwijshuisvesting te regelen. Ik sta in dubio of ik hier inderdaad op inga of niet. Ik denk dat ik voel wel een beetje mee, want ik denk dat het heel lastig is om deze discussie voor te zetten. Alhoewel het wel een hele interessante discussie is, daar gaat het verder niet om. Maar misschien kan de wethouder daar straks ook nog kort het licht over. Stel voor dat de wethouder daar nog schijnen, een opmerking over maakt. En dan kunnen we misschien op dit punt dit nu afronden. De heer Van der Moor. Dus de regierol, dat die bij de gemeente ligt. En op een aantal punten zouden we ook inderdaad wel verder willen en ook wel kunnen ingaan. Waar het niet dat ook één belangrijk ding in de beantwoording van de wethouder zat. Namelijk dat we ook goed moeten beseffen in welke fase we nu zitten. Dat allerhande zaken en voor de hand zou liggen om ook nog eens het onderwerp identiteit nu aan de orde te stellen. Maar dat zijn stuk voor stuk zaken waarvan wij inderdaad ook wel inzien dat het pas in de loop van 2016 aan de orde komt wanneer er concretere plannen liggen. We moeten ons wel houden nu aan het onderwerp waarover we nu een beslissing hebben te nemen. En wat die voortgang betreft hebben wij al aangegeven dat wij daarmee akkoord zijn. Als u het mij toestaat, voorzitter, dan wil ik, en dat scheelt misschien ook wat in tijd, meteen maar stemverklaring afleggen wat amendement betreft. Dan hebben we dat ook gehad. Wat het amendement betreft van de VOV, en dat ligt een beetje in het verlengde met wat ik zojuist zei, hoe sympathiek ook dat amendement is, en daar zouden we op zich wel mee willen meegaan, maar meegelet op de beantwoording door de wethouder, is onze reactie hierop nee, nog niet. Dus afhankelijk van waar de keus uiteindelijk uitvalt. Wat het amendement van het CDA betreft, daar gaan wij niet in mee. Al was het ook alleen al vanwege de opvatting dat de raad wel bepaalt wat een schoolbestuur van de Bernardus over 10 jaar heeft te doen, ja of nee. Dank u wel. Dank u wel. Ik kom bij de fractie van de VOV, de heer Remmers. Ach, sorry, meneer Remmers, ja, excuus. Wel, ik weet niet of ik nou aan de heer De Jonge of aan u excuses moet maken, maar... Laten we erop houden dat het allebei lokaal is, voorzitter. Ja. Goed. Wethouder, dank voor de beantwoording van de vele vragen. En in ieder geval een bevestiging van een aantal aannames die we gedaan hadden. Wat met name denk ik belangrijk is, ook in het licht straks naar de amendementen toe, is, en daar wil ik toch graag de wethouder in volgen, is dat het inderdaad een beslissing is voor 40 jaar, die we enerzijds zo snel mogelijk willen nemen en anderzijds niet overhaast willen nemen. En dat is wel eens lastig. Desalniettemin denk ik dat het met name daarom van belang is dat het college aangeeft van goh, wat hebben we nog nodig aan informatie, wat hebben we nog nodig aan tijd en welke keuzes zitten er al wel en niet in het onderzoek zoals we dat geformuleerd hebben. En ik denk, als ik dan naar de amendementen kijk, dat eigenlijk daaruit de opstelling van de LPO in deze, en of dat ook voor de VOV geldt, dat hoor ik dan straks wel, ik bedoel, als we dan toch door elkaar gehaald worden, maar ik denk dat er misschien verschillen zitten. Is het eerste amendement van de ChristenUnie, dat wat daarin aangegeven wordt, om één locatie op voorhand te laten vervallen, dat ik die conclusie dan liever trek na afloop van het onderzoek. En als inderdaad de slechts één ster voor één locatie nog steeds slechts één ster is en de andere 4 en 5 zijn, dat we daar straks ook heel kort over kunnen zijn. Dus als de wethouder aangeeft van goh, die derde locatie levert en niet veel meer tijd op en niet veel meer kosten, zowel in het onderzoek van het onderzoeksbureau als in de eventuele grondonderzoek, dan denk ik dat we hem gewoon bij moeten houden. En dat we dan graag de conclusie trekken na afloop van het onderzoek. Als we vervolgens kijken naar het amendement van de VOV, met betrekking tot het gymlokaal, ja, geldt dan eigenlijk idem dito.
sowieso zal het aanwezig zijn of niet aanwezig zijn van voorzieningen, zal een punt zijn van onderzoek. En zal dus ook over gerapporteerd worden in het onderzoek, het rapport wat na afloop verschijnt. En ook op basis daarvan kunnen dan weer extra sterren dan wel niet worden toegekend. En zullen we op basis daarvan een keuze maken. En wat betreft het amendement van het CDA, namens ook alle andere coalitiepartijen, geldt wat mij betreft hetzelfde. Als de wethouder aangeeft van luister eens, ik heb genoeg aan een quickscan, daar zal hij straks antwoord op geven, dan hebben wij daar vrede mee. Maar dan zal het onderzoek zoals hij het nu voorstelt ook niet veel meer zijn dan het quickscan. Dus waar hebben we het dan nog over? Mocht het inderdaad zijn dat hij zegt van ja, maar een quickscan levert mij niet voldoende op om de raad op een goede manier een voorstel te doen, ik heb meer informatie nodig, dan zal de LPO hem daarin volgen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Eerste plaats als het gaat om de amendementen van de ChristenUnie. Nou, ik denk dat onze mening is al kenbaar gemaakt, dat waar onze voorkeur naar uitgaat. Dus die steunen wij niet. Als het gaat om de amendementen van de Volk, nou, dat geldt eigenlijk hetzelfde argument. Ook gezien de beantwoording door de wethouder inderdaad. Als je dus besluit voor een bepaalde locatie, dan is ten tweede de vraag pas of je überhaupt dan ga je pas over een gymlokaal hebben. En als je het besluit voor de Chevrolet staat, dan heb je dus een hele andere, als je dat je besluit voor de locatie Colline Dennekamp of Guido de Bre. En dan heb je het ook over financiën, wat ook niet een onbelangrijke is. En dan vraagt de portefeuillehouder eigenlijk nog om een duidelijke stellingname van, ten aanzien van inderdaad de Sint-Bernardus. Van God, hoe ga je nou, hoe lang ben je dat nou inderdaad gaan doen? Nou, wat ons betreft is het inderdaad een renovatie voor 10 jaar. En daarna nadrukkelijk uitnodigen voor deelname in Kindplein Oost. Maar als het gaat om de plicht voor onderwijshuisvesting, inderdaad een uitnodiging tot de plichteloos. Wat dat betreft heeft volgens mij de heer Van der Moeren gelijk dat de gemeente verantwoordelijk is en blijft voor de onderwijshuisvesting en voor de gebouwen. Dat je dus de school niet kunt verplichten om wat dat betreft naar de kindbij te gaan. En dus ook verantwoordelijk blijft voor de huisvesting en voor de financiën wat dat betreft. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dank u wel. Ik kom bij de fractie van de VVD, mevrouw Lagas. Voorzitter, slechts een reactie op het amendement wat de VOV heeft ingediend over de voorzieningen van wat betreft sport. We sluiten ons aan bij de vorige sprekers. Wij zijn van mening dat sport zeker voor de jongste groepen belangrijk is. En dat ook dichtbij moet zijn, maar dat is straks mede afhankelijk van de keuze van de locatie. En wat voor eventuele mogelijkheden er dan zijn en blijven, ook aangaande het medegebruik door andere partijen. Dus ik denk dat we daar zeker nog op terugkomen. En ik zou tegen de VOV zeggen, houd even vast. Maar ik denk dat we daarop terugkomen op het moment dat dat duidelijk is waar we naartoe gaan. En wat er met de huisvesting van sportaccommodatie verder gaat gebeuren. Dank u wel, kom bij de fractie van... Nee, D66 niet. Misschien moet ik de VOV dan nu even LPO noemen, dan is het allemaal weer uitgemiddeld. Maar de heer Middelkamp, VOV. Kijk, ja, het is toch 2 keer vegen. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in tegenstelling tot andere fracties hebben wij geen moeite dat medezeggenschapsraden ons informeren over hun standpunten. De VOV vindt burgerparticipatie en input van de burgers en van de bevolking heel erg belangrijk. En daarbij past het ook om geïnformeerd te worden over dit soort belangrijke kwesties. Voorzitter, en wat ditzelfde punt betreft gaf de wethouder aan het met de bevolking te willen doen. En dat was, hè, dat zal u niet verbazen, een uitspraak die ons als muziek in de oren klonk. Maar in één zin daarachteraan geeft de wethouder aan, maar toch alleen maar met de besturen in gesprek te willen. Denk van ja, wil je het nou met de besturen doen? Of wil je het nou ook met de bevolking doen en ben je dan geïnteresseerd in wat de bevolking daarvan vindt? En ben je dan ook geïnteresseerd in wat de directies daarvan vinden? Dus daar zit enige discrepantie tussen en wij horen graag... van de wethouder, voorzitter, in tweede termijn, hoe dat nou precies zit.
Dan, voorzitter, was er een enigszins verbazingwekkend verzoek van de wethouder om ons uit te spreken over Bernardus. En dan had ik nou juist in de eerste termijn uitgelegd dat we daar tot in de treuren wat ons betreft op zijn teruggekomen. En dat we dat, en dat had ik ook beloofd, hè, dat we dat als fractie niet meer zullen doen. En ik denk, voorzitter, gezien het feit wat er voor ligt, 3 scholen, dat we het daarbij wat ons betreft, wat de VVD betreft, zullen laten. En deze vraag verder niet aandacht geven en niet beantwoorden. Dan, voorzitter, het amendement van de coalitie. Het valt ons op dat er nogal precieze kaders neergezet worden. Daar waar in tegenstelling tot andere momenten het college de ruimte en de vrijheid en het vertrouwen geniet om tot goede plannenmakerijen te komen, wordt dat nu behoorlijk aan de voorkant dichtgetimmerd met een quick scan en met allerlei parameters die ingevuld moeten worden. Vond ik een beetje verbazingwekkend. En als je kijkt naar het plan wat voor ligt, dan is dat eigenlijk ook helemaal niet zo nodig, want er wordt een onderzoek gedaan, er worden ramingen gedaan en calculatie en er wordt gekeken op basis van criteria naar waar dat het beste zou kunnen. Dus wat ons betreft, voorzitter, voegt dit amendement niets toe. En zijn we op zijn zachtst ook een beetje verbaasd dat hier en nu als coalitiepartijen dit in de richting van het college wordt afgevuurd. Voorzitter, dan het gymlokaal. En dat wil ik graag in combinatie met het onderdeel locatie voor het kindplein behandelen. Want de buitenschoolse voorzieningen, die vinden we, dat gaf de wethouder aan, vinden we eigenlijk best wel belangrijk dat dat integraal, heel dichtbij, bij voorkeur onder hetzelfde dak, aanwezig is. Maar natuurlijk, als je zou kiezen voor een locatie naast de carousel, en de carousel heeft de capaciteit en de ruimte, het Vechtelcollege is eruit, en daar kan weer een peuterspeelzaal of een kinderdagopvang of buitenschoolse opvang plaatsvinden, en dat past, dan zijn we natuurlijk niet wijs als gemeente Ommen als we elders zo'nzelfde type locatie gaan bouwen. Maar dat heeft alles te maken met waar zet je straks die nieuwe school. En in wezen geldt dit precies hetzelfde voor het gymlokaal. Als het gymlokaal, als je uitbreidt bij de carousel, zoals de wethouder aangaf, dan ga je dat natuurlijk niet ook nog een keer in een kindplein doen. En zeker niet als je het kindplein naast de carousel zou zetten. Maar daarmee benoemen we ook, en dat heb ik de wethouder horen zeggen, en ik hoor graag in tweede termijn of ik dat goed heb begrepen, dat er eigenlijk grote behoefte is aan een gymlokaal, aan bewegingsonderwijs, dichtbij het kindplein. En als je ervoor zou kiezen om naast de carousel te bouwen, hè, dan heb je dat misschien qua capaciteit redelijk op orde en hoef je alleen maar een stukje uit te breiden, maar dan integreer je het wel. En als je daar niet voor zou kiezen, ja, dan mis je eigenlijk toch wel die behoefte van dat gymlokaal. En wij hebben niet in ons amendement een pleidooi gehouden van beste college, wij geven u mee om een gymlokaal te bouwen. We hebben meegegeven in het amendement om een scenario uit te werken dat er gymonderwijs en gymlokaal wordt meegenomen. En nu wordt het op voorhand uitgesloten. En dat is ook in de richting van de fractie van de ChristenUnie, dat die zegt van ja, nu nog niet. Hè, misschien blijkt dat dat straks wel nodig is, maar nu is dat nog niet nodig. Maar er staat, laten we wel wezen, expliciet nu in het stuk dat bewegingsonderwijs en gymlokaal geen onderdeel uitmaakt van het kindplein. En dan, ja, daar komen we toch in een soort van padstelling terecht van hoe gaan we daar nou mee om? En is het niet wijs om in een voorstel wat we gaan uitwerken te kijken, afhankelijk van de locatie, of je wel of niet onder datzelfde dak de ruimte kunt vinden om een gymlokaal te realiseren. Voorzitter, dan een kleine teleurstelling in de... Voorzitter, er is iemand die een interruptie wil plegen. Dank u wel, de heer Van der Moor. Dank u wel, voorzitter. Ik wilde ingaan op hetgeen de heer Middelkamp aan mijn adres toevoegde over een gymvoorziening. Dat wij de uitspraak hebben gedaan, nee, nu nog niet, heeft niet zozeer te maken met dat wij dat op zich niet zo zien zitten. Maar we willen ook dat afhankelijk stellen van de plaats, de locatie waar uiteindelijk het kindplein terechtkomt. Bovendien realiseren wij ons, als u nu ook spreekt over 1 gymlokaal en als we inderdaad praten over ongeveer 700 leerlingen, dan is ook 1 kindplein een druppel op een gloeiende plaat. Dus je zult sowieso heel goed moeten nadenken over de omvang van de voorziening die je dan hebt. En zonder verder op details in te gaan, willen wij dan maar liever afwachten hoe het plan er uiteindelijk uitziet. Dus de locatie bekend is en dan tot een vervolgoordeelvorming komen. Dat was de bedoeling van mijn uitspraak.
Meneer Middelkamp, het was niet echt een vraag meer. Het was geen vraag, maar een toelichting op hetgeen zojuist in de tweede termijn werd gegeven. En daarvoor danken wij de ChristenUnie van harte. Voorzitter, een kleine teleurstelling opnieuw in de richting van de wethouder, die het maar vreemd vond dat wij met directies van scholen in gesprek zijn geweest. Voorzitter, willen wij ons werk goed doen, dan vinden wij dat wij vragen, onze vragen, aan wie wij dat willen. En als dat in dit geval de directies van scholen zijn die iedere dag opnieuw met die kinderen in de weer zijn en precies weten waar het knelt en waar het niet knelt, dan zullen wij ons ook in de toekomst daartoe zetten. Ook vervelend, voorzitter, is de suggestie, en daar werd wat lacherig over gedaan, alsof wij in de gesprekken met de directies de vraag gesteld zouden hebben van, goh, wat zou je nog meer willen? He, wil je een gymlokaal? Tuurlijk, we hebben geld, maken we nog een gymlokaal. Of wil je een disco erbij, dan doen we een disco. Voorzitter, dat is bezijden de waarheid. Zo hebben wij de directies niet bevraagd. We hebben de directies bevraagd of zij bekend zijn met het plan en of zij daar een reactie op willen geven. En op het moment dat zij dan wel uit eigen beweging, dan wel hebben gehoord dat er geen gymlokaal is, vallen ze alle drie letterlijk van hun stoel. En veel meer dan dit wil ik er niet over zeggen, maar ze snappen niet dat een gymlokaal geen onderdeel uitmaakt van het kindplein. Leuwik heeft een interruptie. Ja, hij doet het. Heer Middelkamp, er moet me toch iets van het hart. U spreekt dan met directies en MR's vindt u heel belangrijk. Maar het schoolbestuur is in feite toch de doorslaggevende factor. En ik vind het prima dat u onderzoek doet met... Maar dan zou u ook de schoolbesturen moeten vragen. Dan hebt u het cirkeltje rond. Waarom hebt u dat niet gedaan dan? Voorzitter, als u mij het antwoord toestaat, het goede nieuws is dat er ook contact is geweest met de schoolbesturen. Niet met alle, moet ik in eerlijkheid toezeggen, dat is niet gelukt. Of er is geen telefooncontact tot stand gekomen. Maar er is wel degelijk contact geweest met ook schoolbesturen. En, dat hebt u niet gezegd, maar goed. Nee, maar dat is ook... ik voel me ook niet vrij om daar alles over te zeggen. Maar laat ik even goed, nu u mij dit zo vraagt, mijn woorden wegen. Voorzitter, er wordt door een schoolbestuur aangegeven van ja, nee, dat klopt. Wij opteren niet voor dat gymlokaal. Enerzijds omdat we dat zo met de wethouder hebben afgesproken. En ik vind dat vervelend om zo te zeggen, want dan krijg je iets waar de wethouder niet bij is. Ik heb dat gewoon bevraagd aan het schoolbestuur. En anderzijds klinkt erin door van ja, natuurlijk moet er bewegingsonderwijs gegeven worden. Dat valt buiten het domein van onderwijshuisvesting. Daar gaan wij niet over als schoolbestuur. Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente en de gemeente zoekt er maar uit. Wij zien wel waar wij straks gaan gymmen. En natuurlijk is het hartstikke fijn als het onder één dak kan. Maar als dat niet kan, dan zorgt de gemeente maar dat we dat ergens anders kunnen doen. Dus geen fijn antwoord, meneer Leuwik, van het schoolbestuur. Maar zo zitten zij erin. En om u gerust te stellen, ook schoolbesturen hebben wij dus wel degelijk bevraagd over dit aspect. Oké, bedankt. Oké. Voorzitter, even kijken hoor. Voorzitter, tot slot. We hebben goed geluisterd naar de reacties van de andere fracties. Wat doorklinkt is dat er gevoel is bij het belang van goed bewegingsonderwijs. Dat het afhankelijk is van de locatie die we met elkaar kiezen. Dat het ook zo is dat het nu buiten het plan gehouden wordt, maar dat we op een later termijn het wel degelijk er weer aan toe willen voegen. En voordat we definitief ons goed geluisterd hebben, ons amendement terugtrekken, voorzitter, wachten we nog even af hoe de beantwoording van de wethouder in tweede termijn zal zijn. Het klinkt anders dan dat het zojuist klonk, maar ik weet niet wat er gebeurde. In ieder geval... Oké. Voorzitter, de volgende. Ja, ik laat het hierbij. Dank u wel. Dank u wel. Dan kom ik tenslotte bij de fractie van het CDA, de heer Leuwik. Ja, hij doet het. Ja, voorzitter, dank u. Ik wou graag even reageren op de twee andere amendementen. De eerste is van, ja, dat was van de heer Van der Mooren. Dat ging dus over
Even kijken. Oh ja, het uitsluiten van de Schiffarolenstraat als locatie. Nou, daar zijn wij eigenlijk tegen, want dat zou ons eigenlijk ook zelf tegenspreken. We willen graag eerst een quickscan. En wat daaruit komt, dat wachten we eerst even af. En dan kunnen we ook eventueel zeggen, die locatie gaan we gebruiken. Dus daar zijn wij het niet mee eens. En het tweede ingediende amendement van de VOV. Ja, eigenlijk ook hetzelfde verhaal. Je loopt eigenlijk een beetje voor de muziek uit. De capaciteit is afhankelijk van de locatie. En daarom zeggen wij ook even, ook nog wachten daarop wat het de quickscan geeft. Even te vroeg, even wachten nog. Dus dit amendement zullen we ook niet ondersteunen. Dank u wel. Dan komen we bij de tweede termijn van het college. Maar het college heeft behoefte aan een korte schorsing, 5 minuten. Misschien is dat een mooi moment om even wat fris te halen of nootjes of anderszins. Dus dan gaan we over, ja, het is een royale gedachte vandaag. Het is bijna kerst. Kunnen we om 9:40 gaan verder. D'accord, dames en heren. Het college heeft even beraadslaagd. En wethouder Schelen vangt aan met de tweede termijn namens het college. Dank u wel, voorzitter. Er waren nog een aantal zaken die open stonden en we hebben natuurlijk de amendementen. Allereerst het debat, zou ik het zo maar even zeggen, tussen de heer Van der Moor en de Fries Robles. Hoe zit het nou eigenlijk met de verantwoordelijkheid van de gemeente als het gaat om de onderwijshuisvesting en de uitbreiding? Nou, in eerste instantie is het zo dat als er sprake is van uitbreiding van een school, dan dient het gemeentebestuur daarin te voorzien. Staat gewoon in de wet, dus daar had de heer Van der Moor groot gelijk in. De vraag is vervolgens natuurlijk wat zeg maar de gemeente moet aanbieden. En dan is het zo dat zeg maar bestaande ruimten kunnen worden aangeboden. Dat gebeurt nu ook al. Bijvoorbeeld bij de Bernardus. Want die zit nu deels in de Julianenschool. Dat is een dislocatie. Het komt dus dat er ruimte is in de Julianenschool. De gemeente is gehouden om onderwijshuisvesting aan te bieden. Er is ruimte in de Julianenschool. Dat bieden wij dus aan. Dat is onze plicht. Vervolgens is natuurlijk de vraag van, is dan een schoolbestuur gehouden om het aanbod van de gemeente te volgen? Antwoord nee. Maar als ze dat niet volgen, dan zijn de consequenties wel voor haarzelf. Met andere woorden, in dat geval dienen ze wel zelf het te bekosten. Zo zit de wet in elkaar. En zo zit ook onze onderwijs. De heer Van der Moor, in elkaar. Is er nu niet. De wethouder heeft volstrekt gelijk, maar hij stopt halverwege. Zodra een schoolbestuur kan aantonen dat op grond van de ontwikkeling van het aantal leerlingen voor langer dan 15 jaar structureel huisvesting nodig is, heeft het schoolbestuur recht op die huisvesting. Daar heeft u volkomen gelijk in. Ik zeg alleen dat zeg maar, de plek waar dat dan zeg maar, kan plaatsvinden, niet op voorhand de plek is die het schoolbestuur wenst. Dat is aan de gemeente, zoals u terecht ook heeft gezegd, daar heeft de gemeente regie op. Van der Moor, de wethouder heeft volstrekt gelijk, maar is wel een ander punt. Dank u wel. Oké. Nou, dan zijn we het in ieder geval eens. Dat is mooi om te horen. Overigens blij dat de heer Van der Moren in ieder geval aangaf van dat juist het verhaal van de identiteit, hè, dat zijn zaken die natuurlijk heel belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een kind, dat ook echt in de gesprekken mee moet worden genomen. En natuurlijk moet dat gebeuren. Het feit dat hier breed in de raad, als ik het goed zie, unaniem het principe van het kindplein wordt aanvaard, geeft dus mee aan dat dus wel in beginsel mogelijk is. Maar de gesprekken zullen inderdaad daar veel aandacht aan moeten geven. Het andere punt wat nog open stond, dat was het verhaal van de Middelkamp. Van, goh, hoe zie je dat nou met de gespreksvoering? Het college ziet dat vrij nuchter. Uiteraard spreken wij en leggen wij onze oor te luisteren. En of dat nou directies zijn of medezeggers op de raden, schoolbevolking, natuurlijk doe je dat. En dan sowieso natuurlijk ook met de plaatselijke bevolking als je hebt over een locatie, want dan heb je het over een bestemmingsplan en inspraak over de locatie. Ons punt is wel dat als het gaat om zeg maar het uiteindelijk zaken doen, je doet met de formele partijen. En dat is gewoon een schoolbestuur. Zo simpel is de wereld. Dan de onderscheiden
amendementen. Allereerst het amendement van de heer Middelkamp over het gymnastiekonderwijs. Wij zouden die willen ontraden. Niet alleen omdat we hem prematuur vinden, maar hij is zelfs op één punt duidelijk te onderscheiden van bijvoorbeeld zeg maar de voorzieningen als het gaat om de kinderopvang en het peuterwerk. Kijk, op dit moment is de situatie zo dat de scholen in West, zeg maar ook gymmen in West, daar zijn dus nu ook al gymnastieklokalen aanwezig. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. De precieze locatie van het gymnastiekonderwijs in West staat min of meer dus los van zeg maar het kindplein. Uiteraard is in het gesprek met de schoolbestuur er wel de wens om het zo dicht als mogelijk bij het kindplein te hebben. Dat spreekt voor zich. Dan het amendement van de heer Van der Mooren. Dat sluit dus een van de locaties uit. En dat is ook voor ons de reden om die te ontraden. Wij denken dat dat nu nog te vroeg is. Dan het amendement van de heer Leuwik, mevrouw Lagas, de heer De Vries-Lobes en de heer Boerman. Ja, daar hebben we eigenlijk, dat klinkt misschien een beetje vreemd, voorzitter, maar daar hebben we eigenlijk een vraag. Want, kijk, eigenlijk zien wij dit als een ondersteuning van het beleid. Dus wij herkennen ons niet zozeer in het beeld van de heer Middelkamp dat dit een opdracht is waar wij niet mee uit de voeten zouden kunnen. Wij zien het meer als een opwerking van, goh, wij willen eigenlijk zeg maar vaart maken. Wij willen gewoon toe naar één locatie. Hè, een college, stel ons in staat om dat te doen. Nou, we hebben in onze aanpak ook aangegeven dat wij mogelijkheden zien om zeg maar aan de hand van een onderzoek tot die locatiekeuze te komen. We hebben alleen zeg maar één ingewikkeld vraagstuk en dat is de verkeersveiligheid. En als ik het nou goed proef, de heer Moerman was er heel expliciet in, zijn er dus wensen om in ieder geval de Chevrolet-Rouwstraat zeg maar, te betrekken in het onderzoek en daar zelfs een, zeg maar, een mogelijkheid voor maken, dat daar de toekomstige locatie van komt. Maar ik moet ook vaststellen dat juist de verkeerskundigen daar de meeste twijfels hadden. Dus dat vergt toch wel zeg maar, een gedegen studie. Dus de vraag zeg maar, aan de vier is dan wel, van ja, hoe moeten we dan de quickscan in dat licht zien? Want dat vinden wij toch wel een punt. Juist gegeven het feit dat we hier wel spreken over een toekomstige situatie voor 40 jaar. Wij met u mee willen gaan en zeggen van, goh, drie locaties, die willen we serieus nemen. Nemen we dan ook het verkeersverhaal serieus. Maar hoe moeten we dan de quickscan in dat verband zien? Dat is even toch de vraag die wij als college hebben naar de indieners. Want dat is voor ons zeer bepalend voor de waardering van dit amendement, voorzitter. Dank u wel. Dan kan ik me zo voorstellen dat we een minuutje schorsen, zodat de indieners van het amendement mogelijk even de vraag van het college kunnen beantwoorden, tenzij dat spontaan eensluidend gebeurt. Maar dat kan ik mijzelf niet zo goed voorstellen. Dus we schorsen de vergadering één minuut, of enkele minuten. Het was niet mijn bedoeling op te roepen tot een derde ronde, maar het lijkt me goed dat de indieners inderdaad de gelegenheid krijgen om kort een toelichting te geven, naar aanleiding van de vraag van het college. De heer Leuwik namens de vier partijen, vermoed ik. Ja, nou, we hebben even kort beraadslaagd en we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen met de verkeersveiligheid. De vraag is eigenlijk, in hoeverre is het zo te maken dat het verkeersveilig wordt? Wat zijn de mogelijkheden om het verkeersveilig te maken? Daar moet naar gekeken worden. Is dat duidelijk? Ik keek een beetje rechts en ik zag de voorzitter even bedenkelijk kijken van, ja, is het goed? Het gaat een beetje om dat het college goed begrijpt wat de bedoeling is van de indieners van het amendement. En ik begrijp van wethouder Schelen dat hij helder genoeg heeft gekregen wat de bedoeling is. Maar nou is de vraag nog wel even of het college dan positief of negatief adviseert aan de gemeenteraad. Het lijkt erop dat het college het positieve adviseert. Goed, dan komen we bij de stemming. Ik heb een drietal amendementen die ik net A, B en C heb genoemd.
waarbij amendement... Voorzitter. Ja, de heer Middelkamp. Voorzitter, het kan heel kort en ik, als u mij toestaat, doe ik het vanaf hier. Wij hebben als VOV-fractie goed geluisterd en zojuist tijdens onze korte schorsing het besluit genomen dat we het amendement voor het gymlokaal intrekken. Dus dat hoeft wat ons betreft niet meer in stemming gebracht te worden. We hebben goed gehoord hoe belangrijk we bewegingsonderwijs en een goed gymlokaal, gymlokalen als voorziening in Ommen zien. En zodra we daar tekorten hebben of we weten precies wat de locatie is en er moet uitgebreid worden, dan hoop ik dat de fracties die zich daar zojuist in positieve zin over hebben uitgesproken, dat zich ook nog herinneren op het moment dat we daadwerkelijk het besluit nemen over de realisatie van de nieuwbouw. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Dat helpt mij ook de lastige afweging niet te hoeven nemen welk amendement het meest verstrekkend was geweest. Dus dan kan ik volstaan met het amendement van de ChristenUnie, wat amendement A was. Dat is het meest verstrekkend. Die breng ik eerst in stemming. En volgens amendement C door de heer Leuwik, mede namens mevrouw Lagas, de heer De Vries en de heer Moerman. Dan begin ik al dus met het amendement van de heer Van der Mooren, wat voorstelt het besluitpunt 2CI te vervangen door de navolgende tekst, zoals die is voorgedragen door de heer Van der Mooren. Wie is voor dit amendement? Dat zijn de fracties van de ChristenUnie en de VOV. Wie is tegen het amendement? Fractie CDA, D60, VVD, Partij van de Arbeid en LPO. Daarmee is het amendement verworpen. Dan kom ik bij amendement C, wat voorstelt het voorliggende besluit 2C te vervangen door de heer Leuwik voorgedragen tekst. En om de tweede focusvariant nader uit te werken en het plan van aanpak enzovoort. Wie is voor dit amendement? Dat zijn de fracties van het CDA. Voorzitter, staat u mij een korte stemverklaring toe? Ik sta u dat met alle plezier toe. En als dat mag vanaf deze kant? Ja, ik had het eerst even moeten checken, dus u heeft helemaal gelijk. Okay. Ja. Voorzitter, wij zullen niet voor dit amendement stemmen, omdat we, zoals ook al zojuist in het betoog aangegeven, dit wat ons betreft meer van hetzelfde is en in het plan dezelfde richting aangegeven wordt en geduid wordt. En we vinden het dan ook nog verbazingwekkend dat de wethouder zegt dat dit de ondersteuning van het beleid is. Want als dit het beleid is en het beleid is het plan, waar is dit amendement dan voor nodig? Dus wat ons betreft is die volstrekt overbodig en we zullen er niet in meegaan, voorzitter. Dank u wel. Ik kijk even of er nog andere stemverklaringen zijn. Dat is dan wel in de reden. De heer Remmers van de LPO. Dank u wel, voorzitter. Zoals ik net in mijn bijdrage al heb aangegeven, is het een afweging tussen enerzijds de informatie die de wethouder nodig heeft. Anderzijds de haast die we graag willen maken, maar zoals gezegd, het is iets voor 40 jaar. Dus de LPO houdt zich liever aan het oorspronkelijke plan van het college dan dat we op deze manier hier enige druk op zouden zetten die leiden tot resultaten die misschien, waar we later misschien spijt van krijgen. Dus wij zullen tegenstemmen. Dank u wel. Dan breng ik hem nu alsnog weer in stemming met excuus. Wie is voor dit amendement? Dat zijn de fracties CDA, D60, VVD, Partij van de Arbeid. Wie is tegen het amendement? Het zijn de fracties ChristenUnie, LPO en VOV. Dan is dit amendement aangenomen. Dan kom ik bij het voorstel zelf. Dat is natuurlijk de... Geamendeerd dan, hè? Het geamendeerde voorstel, inderdaad. Waarbij u wordt voorgesteld te besluiten de notitie perspectief voor kinderen vast te stellen. En opdracht te geven tot uitwerking van de volgende projecten, onder 2... zoals daar genoemd, maar onder C geamendeerd, zoals dat zojuist door u is gebeurd. Wie is voor dit geamendeerde voorstel? De fractie van CDA. Voorzitter. Ik moet weer een stemverklaring vragen. Ja, meneer Middelkamp, we hebben allemaal gelijk. Ja. Dank u wel. Wie wou een stemverklaring afgeven? Als u het goed vindt, opnieuw vanaf deze plek. Voorzitter, wij willen heel graag, dat hebben we in ons betoog aangegeven, dat er snelheid wordt betracht. En ondanks het feit dat we niet voor het amendement zijn en daar ook tegen hebben gestemd, willen we toch het plan en de snelheid geen strobreedte in de weg leggen en zullen we uiteindelijk alsnog voorstemmen, voorzitter. Is er nog iemand anders behoefte aan een stemverklaring? Die Remmers, help je? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons geldt min of meer hetzelfde. We vinden het amendement geen versterking van het oorspronkelijke voorstel, zoals we net al hebben aangegeven.
Desalniettemin zien we de wijziging niet als dusdanig dat we daarom het hele plan willen wegstemmen. Dus vandaar. Dank u wel. Dan breng ik hem alsnog weer in stemming. Oh, sorry, de heer Van... Ja, mijn quickscan is niet zo geslaagd vanavond. De heer Van der Moren, ChristenUnie. Ik heb begrepen dat u houdt van variatie, die proberen wij dus ook aan te brengen. Wij zullen tegen het amendement stemmen, niet om inhoudelijke redenen, maar om formele redenen. Voor het voorstel. Gelet op ons eigen amendement. En dan kunnen wij dus om formele redenen al niet eens zijn met het voorstel zoals het nu ligt. Ik zeg dus niet om inhoudelijke redenen, maar om formele redenen. Akkoord. Wie is voor het geamendeerde voorstel? Dat zijn de fracties van CDA, VOV, D66, Partij van de Arbeid, VVD, LPO. Wie is tegen? Dat is de fractie van de ChristenUnie. Dan is het voorstel aangenomen. Dan is het ondertussen 10:45. Dan zijn we aangeland bij de toekomstverkenning Rodbrink. En gelet op het feit dat ik namens het college daar zeer waarschijnlijk het leeuwendeel van de beantwoording voor mijn rekening zal nemen, verzoek de heer Katerberg als plaats van het voorzitter van de raad naar voren te komen om de leiding van uw vergadering in zijn handen te nemen. Voor ligt het onderwerp toekomstverkenning van de Rodbrink. In principe kunt u zich uitspreken over drie dingen. En dat is kennis te nemen van de gemeentelijke toekomstverkenning. U kunt iets zeggen over de governance structuur. En u kunt iets zeggen over een eventuele ruimtelijk economische verkenning. Wie mag ik het woord geven? Alle fracties. Dan begin ik bij de fractie van de VVD. Meneer de voorzitter, in het kader van de punten die voor ons liggen ter besluitvorming kan de VVD instemmen met het scenario 2 in verband met het opheffen van de constructie CVBV. Wij kunnen ons vinden om daar een incidenteel budget voor ten laste te brengen van de rekenresultaat 2015. Ten aanzien van de ruimtelijke economische verkenning. Wij vinden het belangrijk om deze verkenning te gaan doen met elkaar. Maar wij willen u wel extra weer onder de aandacht brengen dat wij van mening zijn dat er enorm veel potentieel in Ommen is onder ondernemers die zowel in Ommen zelf zitten als ondernemers die in Ommen wonen, maar heel goed thuis zijn daarin. Bovendien hebben we een ex-voorman van VNO-NCW in ons midden wonen. Het lijkt me dat we ontzettend goed gebruik kunnen maken van de kwaliteiten van mensen in Ommen om mee te denken in dit proces. En ook de raad natuurlijk hierin te betrekken. Dat staat niet in het raadsvoorstel, het is in de commissie wel toegezegd, dus ik wil het graag nog even onder de aandacht brengen. En wij zijn nogmaals terughoudend, maar dat was u ook wel bekend met de eventuele ton die beschikbaar nog gesteld moet worden, maar daar komen we bij de kadernota op terug. Voor zover, de eerste termijn. De heer Moerman van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij kunnen ook instemmen met het scenario 2. Wat betreft het opheffen van de huidige constructie van de CVBV. Niet omdat wij dat zo graag doen, maar dat lijkt ons de minst slechtste mogelijkheid. Iemand zei eens een keer over ons systeem van parlementaire democratie. Het is een beroerd systeem, maar het is geen betere. Nou, dat lijkt me hier ook van toepassing. Wat betreft het beschikbaar stellen van een budget van 10.000 euro kunnen wij ook in meegaan. Als het gaat om de ruimtelijke economische verkenning, ja, maar nadrukkelijk daarbij ook inderdaad betrekken de huidige eigenaren, de gebruikers van Rolbrink, maar die zijn er gelukkig nog. Plus inderdaad de OVO en de HVO daar expliciet bij betrekken. En wat ons betreft is inderdaad het voorstel wat inderdaad nu in de orde is. Maar dat gaat over die eventuele 100.000 euro voor een aparte iemand aan te trekken die daarover gaat. Nou, dat komt inderdaad bij de kadernota wel. Voorzitter, tot zover. Eerste termijn, dank u wel. De heer Remmers van de LPO. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik sta hier met een dubbel gevoel. Wat u wel zult weten, maar misschien de burgemeester nog niet en de meeste raadsleden wel, heeft de LPO altijd grote vraagtekens gehad bij het project De Drieslag.
Het project was te groot voor een plaats van nog geen 20.000 inwoners. Vele malen hier in de raadzaal heeft de LPO, meestal bij monden bij de Leo Bongers, gevraagd om het project nogmaals tegen het licht te houden, de financiële risico's in kaart te brengen en te komen tot meerdere scenario's. We vonden geen gehoor. En daar staan we nu. Ja, we zijn een prachtig sportpark rijker, maar tegen welke prijs? Het sportpark heeft miljoenen gekost. Een aantal bedrijven zijn uitgekocht uit het havengebied. Ook dat heeft miljoenen gekost. Maar dat zal allemaal terugverdiend worden met de huizenbouw in het havengebied en de uitgifte van kavels op het bedrijvenpark de Rotbrink. Tot de klad erin kwam en zowel de bouw van huizen als de uitgifte van kavels voor bedrijven stil kwam te staan. Niet dat we dat als LPO op deze manier hadden kunnen voorspellen, laat dat duidelijk zijn. Maar het was wel goed geweest om er rekening mee te houden in een van de scenario's. Wie zich brandt moet op de blaren zitten, voorzitter. En vanavond zijn we op zoek naar de beste brandzalf. En daarvoor moet er eerst een onderzoek komen, ondanks dat er al veel bekend is. Voorzitter, hier kunnen we als LPO niet op tegen zijn, omdat ook wij uit de impasse willen komen. Daarom pleiten wij voor een onderzoek wat weinig beperkingen kent en het out-of-the-box denken mogelijk maakt. En uiteraard hopen we dat het ei van Columbus gevonden zal worden. De burgemeester is daar nogal positief over. Maar laten we niet alleen het onderzoek afwachten, maar ook in contact treden met de provincie wat zij voor ons kunnen betekenen in deze situatie. Maar één ding staat voor de LPO al wel vast. Al werkt de brandzalf nog zo goed, er zal na afronding van het project sprake zijn van blijvende littekens in de vorm van een fikse financiële aderlating die linksom of rechtsom betaald zou moeten worden door de inwoners van Ommen. En dat had de LPO de inwoners graag bespaard. Tot zover de eerste termijn. De heer Van der Mooren. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de ChristenUnie heeft wat minder beeldspraak dan de vorige spreker. En wij beperken ons eigenlijk alleen maar tot de kosten. En over die kosten hebben we ook al met elkaar van mening gewisseld. Met elkaar bedoel ik dan de portefeuillehouder en de fractie in een vorige bijeenkomst. Wat betreft die 10.000 euro, daar kunnen we zonder meer mee akkoord gaan. Het oplossen, dus het kiezen voor scenario 2, is voor ons eigenlijk wel een vaststaand feit. Wat die 30.000 euro betreft, dus die tweede verkenning, dat ruimtelijk-economische verkenning, tussen nu en februari 2016, die vinden we ook, nadat we met elkaar van mening gewisseld hebben, wel heel veel geld, waarbij het voor ons de vraag is of binnen zo'n korte tijd, waarin nog van alles moet gebeuren, hebben we heel goed begrepen, namelijk van opdrachtverlening naar tot en met het opleveren van het eindrapport, of in die periode voor dat geld een zinvolle en waardevolle rapportage mogelijk is. Let wel, voorzitter, wij pleiten niet voor handen onder de bibs, absoluut niet. Wel vragen wij aandacht voor en hebben reserves bij de omvang van de investering versus de verwachte kwaliteit van het eindrapport. Dat is onze bijdrage en u kunt daaruit destilleren dat wij op zich met de beweging zeer eens zijn, alleen onze reserves hebben bij. Dank u. Mevrouw Bakela. Kijk, ik ben er weer. Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft ook al in de commissie een aantal opmerkingen gemaakt en we gaan er een paar nog even langs. Niet uitputtend wat ons betreft, maar wel de belangrijkste onderdelen. Als CDA hebben we gezegd, het is belangrijk om nu de regie te pakken, zeker op dit thema. En we zijn als CDA dan ook blij dat er een goed procesvoorstel ligt. Dat betekent dat we een doordacht voorstel nu hebben waar we stappen kunnen zetten met elkaar. En dat waarderen we absoluut. Wat ons betreft gaan we ook voor scenario 2. Het opheffen van de huidige juridische constructie. 10.000 euro akkoord. Als we kijken naar de ruimtelijke economische verkenning, dan hebben we in de commissie een aantal zaken gezegd waarvan ik nu ook graag een toezegging zou willen hebben. En dat zijn namelijk 5 punten. Wij zouden terug willen zien in de ruimtelijke economische verkenning financiële doorrekeningen van de voorgestelde mogelijkheden van de ontwikkeling van de Rotbrink. Het expliciete aandacht voor risicomanagement. Een derde onderdeel was ook het overleg met de provincie Overijssel, of in ieder geval het betrekken van de provincie bij deze ontwikkeling. Vierde onderdeel was ook het onderzoeken naar de mogelijke inzet of advisering van de herstructureringsmaatschappij van Overijssel, dus het HMO.
En het vijfde deel was ook de marketing en acquisitie, waarin het CDA heeft uitgesproken dat we niet slechts voor deze onderzoeksperiode, dat het belangrijk is, het onderdeel marketing en acquisitie, maar juist ook voor een langere periode als het gaat om meerjarig. En daar zou ik graag ook in de ruimtelijke verkenningen wel wat meer inzicht in willen hebben. En dan komen we gelijk bij het onderdeel van een ton. Daarvan hebben wij gezegd, dat vinden we een reëel bedrag. We zijn natuurlijk wel benieuwd naar de onderbouwing van dat bedrag. Wat ons betreft zal er dus moeten worden gekeken, want we moeten als het ware weer terug naar de tekentafel. En nadrukkelijk aandacht hebben voor flexibele inrichtingsmogelijkheden. Maar ook naar flexibele bestemmingsperiodes. Dus dat betekent ook dat je moet kijken naar voorbeeld van he, tijdelijke huisvesting. Bijvoorbeeld voor vluchtelingen is die mogelijk. Dus ook tijdelijke bestemmingen en verschillende dynamische bestemmingen. Ik heb hierover ook al iets in de commissie aangegeven. En een ander onderwerp wat ons betreft wat niet direct in de besluitvorm. Dus we zijn akkoord met die onderdelen met de zojuist benoemde zaken. Maar een ander onderwerp wat we toch ook wel graag mee willen geven, is dat we wel een algeheel risicobeeld willen behouden op het moment dat we een ontwikkeling gaan inzetten met elkaar. Dus als we ook een besluit gaan nemen met elkaar vanuit die ruimtelijke economische verkenningen. En dat we dus blijvend de eerste jaren de ontwikkeling van de Rotbrink kunnen blijven volgen als raad. We zullen dat op een ander moment, als het aan de orde is, nog wel een keer aangeven, maar voor nu is dat wel van belang, want dat geeft wel aan dat we risicomanagement echt optimaal ingezet willen hebben in dit onderdeel. En ik heb er net al gezegd, professionele marketing en acquisitie vinden we van groot belang. Dat was het voor de eerste termijn, dank u wel. De heer De Jonge van de VOV. Ik moet even mijn rommel een beetje met elkaar zoeken. Voorzitter, in de commissievergadering heb ik al een aantal dingen aangegeven en ik kom er zo nog op terug, want ik heb toen tegen de portefeuillehouder aangegeven dat wat voor ligt, dat ik dat al eerder gezien had en dat we er al eerder over gesproken had. En toen werd er gezegd van, ja, dan had u een vooruitziende blik. Daar kom ik straks nog even op terug, voorzitter. Want laat ik eerst met het mooie beginnen. Wat ik in de commissievergadering ook heb aangegeven, dat er wat moet gebeuren, daar zijn we het met z'n allen over eens. En de VOV-fractie wil, en dat heb ik in het verleden ook al bij behandeling, bij begroting, et cetera, aangegeven, zien wij de kansen en we willen graag over meedenken van hoe we zo snel mogelijk toch verder kunnen met de ontwikkeling van de Rotbrink. Voorzitter, in dat meedenken, en dat heb ik ook al een aantal keren aangegeven in het verleden, en daar is, daar moet ik wel een kanttekening mee maken, tot op de dag van heden nooit op gereageerd door het college. Sterker nog, daar is ook niet op gereageerd bij de vereffening van de drieslag en toen gekozen is om deze constructie neer te zetten. Dus als we daar wat willen op de Rotbrink, dat we daar de bestemmingsplannen, en daar hebben we als raad een hele belangrijke rol in, de bestemmingsplan onder de loep moeten nemen. En voorzitter, waarom zeg ik dat? Want wij hebben in de afgelopen tijd heel veel gesprekken gehad met ondernemers. En ik heb dat informeel ook al eens een keer aangegeven. Ook bij de voorganger van de portefeuillehouder. En we kregen continu terug van, wij willen wel op de Rotbrink wat beginnen, maar de bestemmingsplan houdt ons tegen. Voorzitter, en als ik het goed begrepen heb, gaat het over meerdere bedrijven die geen mogelijkheid hebben gekregen op de Rotbrink, omdat er vanuit de organisatie niet meegedacht is om te kijken van welke mogelijkheden zijn er wel binnen welk bestemmingsplan. Voorzitter, en wat mij dan heel erg bevreemd is, dat er hier in de Raad ooit één heel groot bestemmingsplanwijziging, namelijk het focusplan, wel hier neergelegd is. En dan de vraag, voorzitter, aan de portefeuillehouder, waarom zijn die andere bestemmingsplanwijzigingen afgewezen en nooit hier in de Raad behandeld? En ik zie een heel boos gezicht bij mevrouw Lagasse, dat verbaast me. Hopelijk niet in mijn richting, want daar word ik een beetje nerveus van. Dat is niet aan de orde, meneer maar, De Jonge. Maar voorzitter, dan zal ik verder gaan met mijn betoog, want ik begrijp dat u heel graag verder wilt. Voorzitter, kort aan kansen. En in die kansen, daar, goed, nogmaals een bestemmingsplan, maar ook het meedenken met de klanten, dat is voor ons het toverformule. Maar dat betekent wel dat u de raad hierin, dat het college de raad hierin mee moet nemen. Voorzitter, en dan ook nog even een klein stukje vanuit de controlerende rol die wij hebben, wil ik toch nog een stukje terugkijken naar het verleden. En terugkijken naar het verleden om... Jongen.
terugkijken naar het verleden, dat zit verderop in het proces. Er zijn nu een aantal onderwerpen aan de orde, daar kunt u zich over uitspreken, maar terugkijken, dat hoort er vanavond niet bij. Voorzitter, mag ik even een schorsing? Dat mag. Denk 10 minuten, een kwartier. 10 minuten. Het woord is aan de heer De Jong. Voorzitter, de vraag aan u of ik mijn betoog kan afmaken. En mocht u ervoor kiezen om dat niet te doen, want ik wil het op de nette manier vandaag afmaken, dan wil ik vragen aan u en om op 7 januari bij de eerste raadsvergadering wil ik er graag een interpellatiedebat over dit onderwerp. Nou gaat het erom, want ik heb u verzocht om bij het onderwerp te blijven. Of u met het voortzetten van uw betoog bij het onderwerp blijft. Of dat u nog heel breedvoerig op het verleden en dergelijke wilt terugkijken. Want dan zeg ik van, die gelegenheid die heeft u al gehad. Ik ben best bereid om u nog 3 minuten te geven om nog even terug te blikken. Maar dan daarna verzoek ik u om zich bij het onderwerp te houden. Voorzitter, ik zal nog 1 keer proberen als het mag. Voorzitter, er ligt voor om een onderzoek te doen en acquisitie te doen om de Rotbrink los te trekken. Ik heb het net al aangegeven aan het begin van mijn betoog dat ik dat een aantal jaren geleden bij vereffening van de drieslag en het lostrekken van de Rotbrink hetzelfde verhaal heb gehoord. Ik heb een aantal dingen nodig om te kunnen beslissen, of mijn fractie heeft een aantal dingen nodig om te kunnen beslissen of wij verder gaan met het voorstel zoals die ligt en met name de besteding voor het geld in de acquisitie, heb ik nodig om te zien van wat er de afgelopen jaren gebeurd is. En ja, voorzitter, ik heb daar een aantal vragen bij die waarschijnlijk niet in ieder, waarin ieder om staat te springen. Dus het is aan u de keus of ik ga nu op een nette manier verder en ik stel de vragen die ik nodig heb. En anders wil ik graag op 7 januari een interpellatiedebat over dit onderwerp. En dan zal ik dan straks wel aangeven met wie ik dat debat wil voeren. Ik onthoud u niet de mogelijkheid om vragen te stellen. Goed, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik verder met mijn betoog. Voorzitter, om te beginnen heb ik een vraag over de afronding drieslag en het inrichten van de CVBV. Voorzitter, dat is toen de tijd als een juichhoera verhaal aan deze raad aangegeven. En ik citeer even een stukje uit de krant en dan zou ik graag willen horen van het college, dus van u voorzitter of het college daarop willen reageren, van hoe dat gekomen is. Voorzitter, en ik zal niet het hele artikel voorlezen uit de Stentor, maar wethouder Schelen geeft aan dat het vlot getrokken gaat worden en dat de kansen liggen voor de Rotbrink en dat er binnen 5 jaar een prachtig ingericht bedrijvenpark ligt. Voorzitter, en de afgelopen tijd hebben wij er al vragen over gesteld van wat de stand van zaken daarvan is en ook hoe het is met de risico's. Dus ik wou graag van het college en het liefst bij monden van wethouder Schelen die toen de kar getrokken heeft, van hoe het gekomen is dat er de afgelopen 5 jaar niets dan wel voor de raad niet zichtbaar iets gebeurd is. Terwijl er aangegeven is dat er binnen 5 jaar een park was en dat dit de prachtigste, mooiste constructie was met de mooiste financiële voordelen uit de rente. Afspraken met de BNG. Voorzitter, en ik heb het net ook al een beetje aangegeven. Wij hebben vernomen en gezien dat er niets met bestemmingsplanwijzigingen is geweest. Dat er niets aan de raad is voorgelegd wat past binnen de verzoeken van aanvragers. En ik zou graag willen horen van het college waarom alleen de focus hier besproken is en de andere bestemmingsplan, of het, laat ik het zo zeggen, is het juist dat er veel aanvragers naar huis zijn gestuurd omdat het niet paste binnen het bestemmingsplan? En zo ja, waarom zijn die bestemmingsplanwijzigingen niet in deze raad voorgelegd? Voorzitter, en dan de volgende vraag, en dan zal ik het voor u bijhouden. Die gaat over waarom er 4 jaar, hè, want bij afronding van de drieslag is er aangegeven dat de raad meegenomen was. Het college is toen door het stof gegaan
en een nederige excuus aangeboden. En dat zou niet meer gebeuren wat er toen gebeurd was. De raad zou betrokken worden. Alles zou met de raad besproken worden. Sterker nog, is een motie aangenomen waarin stond dat de raad regelmatig betrokken en geïnformeerd zou worden over de stand van zaken van de Rot Brink. Dus de vraag is, waarom is dat de afgelopen jaren niet gebeurd? En waarvoor heeft de gemeenteraad geen heldere antwoorden gekregen op vragen bij begroting bijvoorbeeld, die door fracties toen over de Rot Brink gesteld zijn? Voorzitter, en dat was mijn eerste termijn. De heer Nijhuis van D66. Voorzitter. Het afscheid gaat nogal snel. Het gaat heel goed. Mijn kaartje is er al niet. Het loopt al voor mij aan. Dat zou je wel willen, hè? Ik ben het al. Kijk, daar is mijn kaartje is er wel. Ik denk. Goed, dank voor uw aandacht. Ja, ach. Hier. Wat een techniek, hè? Meneer de voorzitter. De Rot Brink, wat moeten we daarmee? Het is van belang dat er invulling komt voor de Rot Brink. En zoals de zaken er nu voor staan, schiet het niet op. En voorzien wij ook geen positieve ontwikkeling als industrieterrein. We hebben al eerder gezegd dat we out of the box moeten denken. Waar zijn mogelijkheden die passen bij de uitdagingen in de nabije toekomst? Dan denken wij met name aan energiewinning en duurzaamheid. Kan de Rot Brink ontwikkeld worden tot een plaats waar energie opgewekt kan worden? We zien meer en meer ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking. Elektriciteit uit mest, uit groenafval, zonne-energie, etc. Zijn er mogelijkheden tot dergelijke ontwikkelingen? Het zou mooi zijn als Ommenaren daarin zouden kunnen participeren. In Nederland lopen we ver achter bij de klimaatdoelstelling. Daar hebben we al een verplichting waar de nodige inspanning voor geleverd moet worden. Een ander idee. We hebben in Ommen een aantal ondernemers die veel in hun mars hebben. Nodig hen uit om het probleem Rot Brink eens te bespreken. Welke ontwikkelingen zien zij in de nabije toekomst? Hoe zouden zij deze problematiek aanpakken? We blijven nu hangen in de grote nadelen en met name op financieel vlak. Het wordt tijd om perspectief te ontwikkelen. De uitkomsten van de verkenning kunnen daarbij helpen. De uitslag kan ook zijn dat het kansloos is. Dat het geen toekomstperspectief heeft. Ook dan moeten er maatregelen genomen worden. En daarom moeten, wat ons betreft, alle mogelijkheden bekeken worden. Want niets doen is te duur. Het woord is aan de heer Bouwmans. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal proberen de diverse vragen en opmerkingen die overigens veelal in elkaars verlengde liggen en ook wel het algehele beeld te bevestigen dat we op de goede weg zijn, althans voor wat betreft de procesgang, onderstrepen. En ik zal proberen dat te doen. Ja, eigenlijk zitten een aantal dingen, u zei dat net al bij de opening van de discussie in het voorstel dat vanavond voor ligt. Het begint eigenlijk met de CV-BV-constructie die in de tijd is gekozen en zullen we daar niet mee stoppen en dat in gang zetten. Ik geloof dat de raadsbreed unaniem van gedacht wordt dat dat een verstandige beweging is en dat de kosten die daarmee gepaard gaan ook ingezet kunnen worden. Dat stemt in ieder geval het college tevreden, want het betekent dat we ook dat pad kunnen gaan bewandelen. Ik heb u in de commissie ook uitgelegd dat we daar natuurlijk wel met de BNG nog een aantal stappen in moeten zetten. Dat overleg is gaande. Ik kan u inmiddels ook vertellen dat daar ook van de week nog weer contact over is geweest en dat we dat ook na het kerstreces verder vorm zullen geven. Ook wat mij betreft op een manier die ook financieel natuurlijk voor ons interessant is. Maar we moeten daar natuurlijk overeenstemming over bereiken met de BNG. En dat is ook onderdeel van de uitwerking en het voorstel dat u in april zult ontvangen. Wat betreft de regionaal-economische visie, of de ruimtelijk-economische visie, moet ik eigenlijk zeggen. Ook daarvan zegt volgens mij alle fracties, dat moet u gewoon gaan doen. En daar moet u ook inzet op plegen. En ook de kosten die daarmee gepaard zijn, is denk ik ook niet het grootste vraagstuk dat voor ligt. Maar misschien toch even naar de zorg die de heer Van der Mooren namens de ChristenUnie-fractie daarbij uit en daar iets over zeggen. Ik begrijp de opmerking wel die vanuit de ChristenUnie-fractie wordt gemaakt, want het is een korte doorlooptijd. En ik zal hem iets ruimer oppakken dan u hem heeft begrepen uit de stukken. De inzet van het college is om op 15 maart een bespreking te hebben over de uitkomsten van deze visie. En uiterlijk 29 maart dat vast te stellen, zodat u voor 1 april daadwerkelijk van het college een stuk krijgt toegezonden dat hier kan worden besproken. Dat is kort tijd. We hebben inmiddels een bestuursopdracht geformuleerd, een beetje anticiperend op vanavond en de bespreking van vanavond.
Die zullen we morgenochtend in het college vaststellen. En op het moment dat die is vastgesteld, hebben we ook in ieder geval in gedachten een aantal bureaus die wij dan ook direct kunnen uitnodigen. Zodat wij de komende week ook kunnen gebruiken om een opdracht of een bureau te selecteren. Dat willen we dan doen in de eerste collegevergadering na de reces. Dat is, zeg ik even uit mijn hoofd, 5 januari. Zodat we de opdracht kunnen verstrekken en dat bureau ook daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Nou, dan is de doorlooptijd 1 week of 8. 30.000 euro is veel geld, maar ik denk dat we dat dan ook wel nodig hebben om voldoende manuren te kunnen maken om een goed plan te maken. Want er moet wel iets gebeuren. Het is niet zomaar klaar. Dus het betekent dat het snel moet, maar het moet wel goed, want het is wel iets waar we pakken bij de komende 10 jaar mee aan de bak moeten. Waar we ook voldoende vertrouwen in moeten hebben, ook in deze raad, dat het een goed verhaal is waar we ook slagkracht mee winnen, waar we ook de boer mee op kunnen. Overigens moet dat, en dat vraagt volgens mij iedere fractie aandacht voor, een interactief proces worden, waarbij we ook de participatiekracht in de om- en samenleving moeten gebruiken. En of dat nou de bestaande ondernemersverenigingen zijn, de OVO en HVO, of dat het gaat om mensen die hier toevallig woonachtig zijn, maar wel verstand van zaken hebben. Ik denk dat we gewoon mensen moeten inviteren om mee te doen. En wat mij betreft, ik heb ook in de commissie gezegd, het is een vraagstuk dat eigenlijk is van de raad. En als ik zeg raad, dan bedoel ik gewoon de om- en samenleving. Het is een vraag waar we linksom of rechtsom mee geconfronteerd worden de komende tijd. Wat ongetwijfeld ook in april tot de conclusie zal leiden dat dat niet helemaal schoon aan de haak overgaat. Dus dat dat ook mogelijk een verdere voorziening vraagt. Ik heb ook orde van groottes genoemd. Ja, dan moeten we daar met elkaar ook over hebben. We moeten ook een plan maken waar we ook mee aan de slag willen. Ik zei dat zojuist al. Want het heeft helemaal geen zin om weer iets te maken wat mogelijkerwijs niet werkt. Of waar we geen vertrouwen hebben of waar ook geen draagvlak voor is. Dus het komt er ook op aan om de komende maanden zoveel mogelijk op te halen. En daar bent u nogmaals als raad ook wat mij betreft nadrukkelijk aan zet. En we moeten ook proberen met het bureau eigenlijk meteen in de eerste week tot een goede procesinrichting te komen. Waar ook juist deze aspecten wat mij betreft in naar voren komen. Dus ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Nou, mevrouw Lagasse was eigenlijk de eerste die iets terughoudend was als het ging over de beschikbare middelen voor de marketing. Nou, die worden nu ook niet gevraagd. Ik heb in de commissie ook aangegeven dat het ook vooral gaat om het idee bij u dat er iets moet gebeuren. Ook al hebben we straks een fantastisch plan, dan zal het nog niet vanzelf verkocht worden. Daar zullen we inzet op moeten plegen, meer dan voorheen. En dat gaat ook gewoon geld kosten. Maar dat hoort wel bij de totale financiële exploitatie van het toekomstig plan. En we moeten dat daar ook inzichtelijk maken. En dan kunt u ook gewoon een afweging maken, is dat verstandig of niet. En het college zal u in ieder geval geen onverstandig voorstel doen, althans vanuit ons perspectief. Daar kunt u dan natuurlijk over van mening verschillen. Maar we zullen het in ieder geval goed onderbouwen, want het is veel geld wat we ook structureel willen inzetten. Ik begrijp heel goed dat u daar echt van overtuigd moet worden. Dus die opmerkingen zijn helder. Ja, dan ben ik blij dat de heer Remmers de optimistische kant van mijn persoonlijkheid ook in dit voorstel heeft ontdekt. Ik ben ook wel optimistisch, ik ben ook positief. Dat is wat u nadrukkelijk heeft benoemd. Maar het is niet zo dat ik, laat me zeggen, blind ben of bedrijfsblind. Ik geloof echt wel dat we hier voor een uitdaging staan. En die niet zomaar 1, 2, 3 opgelost is. Laat me zeggen, economische ontwikkelingen, marktpotentie, bedreigingen van buiten. Die zie ik ook allemaal wel. Maar ik zie ook dat als we niks doen het hoofd in de schoot werpen, dat het in ieder geval niet beter wordt. Dus we moeten ook proberen maar vanuit dat vertrouwen in de kracht van Ommen er iets van te maken. En ik denk, daar ben ik ook wel van overtuigd, dat is misschien het optimisme dat u ziet, dat er hier ook gewoon wel goede en positieve aanknopingspunten zijn waar we ook verbinding kunnen maken. Ik kom zo nog wel even op de opmerking van de heer De Jonge, die daar ook kansen ziet. Dus ik ben niet pessimistisch, ik ben positief gestemd, maar ik zie wel dat we een weg te bewandelen hebben. En die proberen we ook inzichtelijk te maken, zodat u in april, ook voor de bespreking, dat dan nog ook richting hier van de Moren van de jaarrekening en de voorjaarsnota, gewoon een helder perspectief heeft waar gaat dit over en dat ook bij de financiële beschouwing kunt betrekken, want ik denk dat dat belangrijk is. Nou, de heer Remmers benoemde ook nog de provincie, die heb ik net misschien niet expliciet genoemd, maar natuurlijk moeten we daar ook mee in gesprek vanuit verschillende invalshoeken, denk ik. En the proof of the pudding is in the eating. Ik denk dat we gewoon in april hier een stuk moeten voorleggen waarvan u bij wijze van spreken raadsbreed unaniem kunt zeggen, nou, dat is de richting die we moeten bewandelen. Het is misschien een hoge ambitie, ook wat gelet op de voorgeschiedenis van dit dossier.
Dat zou mijn liefding waard zijn als we dat resultaat zouden kunnen bereiken. Mevrouw Bakelaar namens CDA heeft een aantal opmerkingen die ik graag nog wil benoemen. Eigenlijk 5 punten. Ze noemde u moet de regie nu pakken. Nou, dat is denk ik waar we ook collectief nu mee bezig zijn. De regie op ons nemen. 5 toezeggingen. Financiële doorrekening. Grondexploitatie. Ja, die hoort er gewoon bij. U moet gewoon weten wat de effecten van de scenario's zijn. Of dat nou gaat om een verloop of om een verdere voorziening. Of dat het om afboeking zou gaan. Of dat het om iets gaat in de haalbaarheid van prijzen of in de overheadkosten. U moet gewoon helder weten waar u het over heeft. En we willen dat ook gewoon transparant maken. Ja, risico's beheersen, risico's managen. Daar eigenlijk op dit dossier, maar ook breder. U heeft ook als raad eigenlijk het initiatief genomen tot een stresstest. Om daar met accountant over te gaan praten. Nou, we moeten denk ik wel even kijken hoe we dat allemaal een beetje met verstand doen. Maar daar komen we wel uit. Want ik denk dat dat gewoon een belangrijk punt is. Nou, provincie heb ik net benoemd. Het derde punt doen we. Het punt van wat betreft de Overijssel herstructureringsmaatschappij nemen we op. We zullen ook in het plan van aanpak meenemen wat we met de partij die dit voor ons gaat oppakken gaan doen. En dat geldt ook voor wat is nou onze visie op de marketing en acquisitie nadat we dit plan hebben vastgesteld. Dus dat is ook onderdeel van de opdracht zijn om daar een verhaal bij te schrijven dat we ook kunnen voorleggen. Zodat we ook een onderbouwing hebben van het bedrag dat we dan van u vragen voor wat betreft dit aspect. Zullen we ook die temporisering, tijdelijke bestemming en permanente bestemming, zullen we ook meenemen wat mij betreft. Dus we zullen ook nadrukkelijk kijken van wat is er nou tijdelijk mogelijk. Het zou iets in de sfeer van duurzame energie kunnen zijn. Maar het zou inderdaad ook iets in de sfeer van vluchtelingen kunnen zijn. Is misschien wel goed om hier te zeggen dat het COA op dit moment niet meer zo op zoek is naar noodopvang of permanente asielzoekerscentra. Daar zijn ze redelijk in bediend. Maar er liggen wel andere kansen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar minderjarige vluchtelingen en de kleinschalige opvang daarvan. Dus je kunt je ook wel vormen voorstellen die ook weer in de Ommerse schaal heel goed zouden kunnen passen. En ook weer aan kunnen sluiten bij andere ambities die je hebt. Dus we gaan daar gewoon naar kijken. Ik denk dat is onderdeel van de opdracht zoals die voor ligt. Dan de heer De Jonge die ook zegt van nou er moet wat gebeuren, daar zijn we het ook met elkaar over eens. Doet ook de handreiking om mee te willen denken, dat hoor ik ook breder in de raad. Ik denk dat het ook goed is om, als wij op 5 januari in het college de opdracht geven aan het bureau, ook expliciet stil te staan bij hoe dan de raad tot april betrokken kan zijn. En we zullen u niet vragen om wekelijks bijeen te komen om mee te denken, maar ik denk dat het goed is dat we ook even heel expliciet zeggen op welke momenten de raad bevraagd zou kunnen worden of mee gevraagd wordt om te denken, zodat we u daar ook gewoon over kunnen rapporteren en u ook kunnen uitnodigen. Dat zullen we oppakken. Ja, de heer De Jonge stelt ook wat terugblikkende vragen. Ik kan me dat ook wel voorstellen, want natuurlijk is er een verleden en vanuit het verleden ga je ook in het heden acteren en naar de toekomst toe. Op zich is er ook wel iets bijzonders, want eigenlijk is de Rotbrink helemaal niet zo'n beroerde grondexploitatie, bedrijfpark. Eigenlijk loopt het in zich wel goed, alleen er zit natuurlijk een hele hoge winstverwachting vanwege dat verleden, zoals u dat zojuist benoemde. Als je dat er niet in zou beschouwen, loopt het eigenlijk prima, behalve dat het afgelopen 3 jaar niks verkocht is. Overigens, het bedrijfpark aan zich, als je er komt, het frustreert mij niet hoe het erbij ligt. Hè. Het is nou niet dat je denkt, ik ben in een desolaat landschap. Daar ken ik ook wel wat voorbeelden van. Dus in die zin zouden we ook prima eens met elkaar in een busje kunnen stappen om wat van dat soort voorbeelden te zien. Overigens, daar zit ook wel weer de kans naar de toekomst. Omdat het die uitstraling niet heeft, is het denk ik ook wel richting de toekomst beter op te pakken en met een andere aanpak tot verkopen te komen. Dat moet ook gewoon. Verwachtingen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat blijkt in dit dossier ook wel. Hè, want 3 jaar niks verkopen, dat is gewoon een hard gegeven. Daar kun je ook niet omheen. Overigens is dat natuurlijk ook wel aan de raad gemeld in het verleden. Want dat is ook een onderdeel geweest van de bespreking over onder andere de jaarrekening. Maar het raakt ook wel aan de constructie zoals we hem nu hebben. Waarbij het een apart bedrijf is, waar wij aandeelhouders zijn. En om eigenlijk die democratische controle te versterken, waar u volgens mij ook een warm pleidooi voor houdt, en ook de betrokkenheid van de raad te vergroten, en ook als college makkelijker aanspreekbaar te zijn vanwege de 1-op-1 verantwoording, is het gewoon goed dat we deze stap maken. Dus ik kan me best voorstellen dat u terugblikkend daar opvattingen over heeft. Het zou niet goed zijn als u over een jaar dezelfde opvattingen nog zou hebben over het proces dat we dan
doorlopen zijn. Dat zou ik in ieder geval heel erg vinden als dat zo zou zijn. Dus ik hoop ook dat we die stap met elkaar, ook met u, daarin kunnen maken. Maar ik begrijp ook uit uw bijdrage dat u daar ook zelf graag naar op zoek bent. En dan gaat het ook om het punt dat u aanroerde over risicosbeheersing. Ja, dat is ook denk ik de oproep van mevrouw Bakelaar. Ja, daar moeten we echt aandacht voor hebben. En ook gewoon tijdig melden. Want ook al hebben we een goed plan, ook al gaan we een acquisitie doen, het kan ook nog dan zijn dat het niet loopt. Ja, en dan is het interessant waarom het niet loopt. Daar moeten we dan ook met elkaar het gesprek over aangaan. Dat zou iets met bestemmingsplan kunnen, te maken kunnen hebben. Overigens voorzie ik wel met het nieuwe plan dat we gaan maken, dat je ook komt aan de vraag, past het dan binnen de huidige bestemming? Het is ook interessant, u heeft vandaag ook kennis kunnen nemen van de acquisitielijst zoals die er is geweest. Ja, om nog eens te kijken waar is dat dan per geval op gestopt. Hè? Wat zijn nou wat is nou de aanleiding dat het zo is gebeurd en is daar nog wat aan te doen? Misschien zijn er nog steeds bedrijven die wel belangstellend zijn, maar inderdaad tegen beperkingen aanlopen. Die vraag zijn hier niet geweest, overigens ook niet met dat groot winkelbedrijf in de tijd. Hè? Dat ging veel meer over, is de raad bereid om een bepaalde ontwikkeling mee te maken? Nou, u heeft daar toen een afweging gemaakt ook in de afweging centrumontwikkeling en bedrijventerrein. Ja, ik denk dat we eigenlijk die vraag, ook wel van wat wil je nou in dit terrein, ook in samenhang met de verdere ruimtelijke economische ontwikkeling en het centrumontwikkeling, gewoon hier in april op de tafel hebben. Dan kun je ook gewoon met elkaar die afweging maken. Dat zou in ieder geval moeten. Ja, dan kom ik tenslotte bij de heer Nijhuis, die eigenlijk een warm pleidooi houdt voor ook voor duurzaamheid en duurzame toepassingen. Ja, ik denk dat dat überhaupt interessant is om eens te kijken of het daar mogelijk is. Ook vanuit het perspectief dat we nog eens kunnen kijken naar Europese subsidies. En mogelijkheden ook op provinciaal niveau. Ook om gewoon derde geld binnen te halen wat niet direct één op één gerelateerd is aan de bedrijvigheid. Maar meer aan hoe je de bedrijvigheid faciliteert. En hoe je ook het bedrijvenpark. Want ik werd van de week nog eens gecorrigeerd op het feit dat ik steeds bedrijventerrein zei. Maar het is een bedrijvenpark. En dat is ook de uitstraling die u als raad heeft gekozen in de tijd. Hoe we dat zouden willen positioneren. Wat ik gaandeweg uw betoog ook een gedachte die bij mij opkwam. Out of the box. U noemde dat niet expliciet. Maar je zou ook nog na kunnen denken over een corporatie. Die eigenlijk ondernemers vraagt om corporatief, zoals dat vroeger ging, te kijken hoe je tot een invulling kunt komen. Dus ook de verantwoordelijkheid delen met de samenleving. Ja, want het is niet alleen het probleem van u of de vraag waar u voor staat, maar het is de vraag van de samenleving. Willen we met elkaar er iets van maken en iets moois van maken? Niet alleen vanuit financieel perspectief, maar ook vanuit maatschappelijk en ruimtelijk economisch perspectief. Ja, misschien moet je dan ook in dat soort termen gaan denken. Dus dat is in ieder geval een gedachte waar ik zelf ook de komende maanden nog eens over door wil denken. Voorzitter, dan heb ik ongetwijfeld niet alle vragen aan detail beantwoord, maar wel naar beste kunnen. En ik hoop dat de raad daarin tevreden mee is. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Wie wil in tweede termijn het woord? Het woord is aan de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, toch nog even een korte reactie. Ik hoorde de burgemeester zeggen, niets doen is geen optie. En daarin, die mening delen we. Alleen, binnen dat wel gaan doen, moet je natuurlijk wel even gaan kijken van, goh, wat heeft dat eventueel voor consequenties? En ik hoorde het met name in de commissie ook wel bij andere partijen vanavond, vooral bij het CDA, van goh, financiële doorrekening, risicomanagement. Ik zou enerzijds zeggen, goh, hadden we dat eerder gedaan, maar goed, ik ben blij dat meer partijen daar nu van doordrongen raken. Maar dan komt wel de vraag naar boven, en wat betekent dat dan voor de begroting van 2016? Want vol trots is die sluitend, maar als we in april tot bepaalde conclusies kunnen komen, dan kan het wel eens heel anders komen te liggen. Dus in die zin mag u optimistisch positief zijn, ook realistisch denk ten opzichte van de resultaten. En of die ter sprake zijn geweest, die slechte resultaten in de jaarrekening, nou ja, dat was net het nadelige van die CV-BV-constructie, dat we daar nou net zo heel weinig informatie over kregen, omdat dat grotendeels buiten het gezichtsveld van de raad zich afspeelde. Dus wat dat betreft zou dat in ieder geval een heel positief bijkomstig punt zijn van het opheffen van die constructie. Tot zover. Het woord is aan de heer De Jonge. Voorzitter, laat ik allereerst de portefeuillehouder bedanken voor de beantwoording. Het was zo goed als compleet, maar vraag toch wel op bepaalde onderwerpen om een reactie. Allereerst, voorzitter, ja, ik ben toch wel heel nieuwsgierig
als het mag, en ik kijk ook even naar de portefeuillehouder of wethouder Scheler even kan reageren op datgene wat er in het verleden gebeurd is in het krantartikel. Van over 5 jaar staat er een prachtig park en we hebben een prachtige constructie gekozen. Een juichhoeraal verhaal. En ja, ik zie de wethouder al nee schudden, maar ik hoop dat het ja gaat worden. Want het was wel een beetje het feestje van mevrouw Mietendorf en de heer Scheler, van hoe het nou gekomen is dat er niets staat. Want hij is er al die tijd wel bij geweest. Ja, voorzitter, ja, discussies worden soms ook in de gemeenteraad, zijn die scherp. En ik vind, die moeten ook scherp zijn. Je moet elkaar scherp kunnen aanspreken en buiten dadelijk gelijk met elkaar een colaatje kunnen drinken en op een normale manier kunnen praten. Voorzitter, wat mij betreft maakt het de discussie wat minder scherp als je aangeeft, hè, van er is wat misgegaan, sorry. Hè, en dat vind ik ook, als ik de raad rondkijk, dat er in de raad ook wel eens wat misgegaan is. Dat we onze controlerende rol niet helemaal hebben genomen, maar ook niet hebben gekregen, moet ik erbij vertellen. En als je daarin aangeeft van nou, dat had beter gekund, hè, en eigenlijk zegt de portefeuillehouder dat, van we gaan u in de toekomst erbij betrekken, zelfs nog naar de besluitvorming toe, als het onderzoek geweest is, dat doet me deugd. Voorzitter, dan moet ik wel even reageren op het betoog van mevrouw Bakelaar. Financiële doorberekening, risicobeheersing, tijd om je regie te pakken. Wat er dan bij mij opkomt is van, mevrouw Bakelaar, wat heeft u de afgelopen jaren dan gedaan? Want u, met name door het CDA is het zover gekomen, durf ik rustig te zeggen. Ja, voorzitter, en dan nogmaals, als het gaat om, want ik onderschrijf wat u zegt, het zou mooi zijn als we als raad een gezamenlijk resultaat hebben. Maar daar hoort dan ook bij dat we met z'n allen eens een keer tegen elkaar kunnen uitspreken van wat we fout gedaan hebben, maar ook wat we goed gedaan hebben en wat we daaruit kunnen leren. En dat zou voor mij in ieder geval het debat wat vergemakkelijken. En ik zie dat er een interruptie komt, dus ik blijf even staan. Interruptie, mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is dat de heer De Jonge wakker wordt, want de afgelopen 3 jaar zijn we bezig om met elkaar de drieslag tot een succes te maken. En zoals u zelf ook memoreerde, hebben wij namelijk gezamenlijk ook aangegeven dat wij een aantal zaken niet juist hebben gedaan. Volgens mij was u daar zelf ook bij. Dus ik denk dat het goed is dat u van de feiten uitgaat. En niet alleen dit klaagzang. Voorzitter, ik hoor geen vraag, maar toch een reactie erop. Inderdaad, hè, het college heeft mea culpa en is diep door het stof gegaan toen die tijd. Maar ik moet wel constateren dat er na die tijd, met uitzondering van het havengebied, hè, maar we fixeren ons hier nu op de Rotbrink, dat daar weinig gebeurd is, dat de raad weinig betrokken is geweest, weinig geïnformeerd is. En als u dan zegt van ja goed, daar willen we een stukje risicobeheersing in, dat heb ik u de afgelopen jaren niet horen zeggen. Meneer, we zijn met name, voorzitter, zijn er twee partijen geweest, hier twee fracties die scherp gediscussieerd hebben en gevraagd hebben, ook bij begrotingsbehandelingen, van hoe zit het met de Rotbrink, wat zijn de risico's, hoe staat het ervoor? En dat is niet het CDA geweest, voorzitter. Mevrouw Bakelaar. Ja, ik denk dat er korting kan zijn. Ik kan wel aangeven dat het CDA bij alle bijeenkomsten is geweest die georganiseerd zijn de afgelopen jaren door het college. En dat kan ik van uw partij niet zeggen. Voorzitter, misschien kan mevrouw Bakelaar dat even toelichten, want ik weet niet waar het over gaat. Ik weet niet wat de bedoeling daarvan is, hè. Want wil mevrouw Bakelaar daarmee zeggen dat de VOV-fractie daarvoor minder kennis heeft of een achterstand heeft? Mevrouw Bakelaar. Daarmee wil mevrouw Bakelaar zeggen dat u er zelf voor gekozen heeft als VOV-fractie om niet bij een aantal bijeenkomsten aanwezig te zijn. Dat is uiteraard uw goed recht. En daarmee ontzegt u zichzelf van de informatie. Dat is uw keuze, niet die van mij. En voor de rest heb ik daar niets over te zeggen. Voorzitter, wederom geen vraag, maar ik moet constateren dat de VOV-fractie bij 1 bijeenkomst niet geweest heeft. Die heeft dat uitgelegd. Voorzitter, en dan de vraag aan mevrouw Bakelaar via u, voorzitter. Van zijn er in die bijeenkomsten waar wij niet geweest zijn, zijn daar besluiten gevallen? Is daar de hele raad bij betrokken geweest? Was er de raadsvergadering? Kunt u dat misschien even toelichten, mevrouw Bakelaar, vraag ik via u. Nou, voorzitter, dan voor de bevolking van Ommen, mevrouw Bakelaar, die blijft zitten. En dat zegt al voldoende. Ja, het woord is aan de heer Bouwmans. Ja, daar zijn we weer. Ja, toch maar even, wat is nou optimisme, hè? Kijk, optimisme staat realisme niet in de weg, meneer Remmers. En het past mij niet om een grote broek aan te trekken, zeker niet op dit dossier, dus dat ga ik ook niet doen.
En ik heb het al een paar keer gezegd, hè, ook bij eerdere gelegenheden. Ik vreug me eigenlijk best wel op de discussie die we ook met name in april gaan krijgen. Omdat het dan ook over de toekomst gaat. En er zal misschien wel een verrekening met het verleden in zitten. En dat is ook goed. Dat moet ook een keer klaar zijn. En één ding weet ik zeker. Dat als we blijven hangen in de naald op de plaat dat het allemaal niks is. Dan gaan we in ieder geval niks verkopen. Wat u overigens niet de ruimte weg moet nemen om iets te vinden van het verleden. En daar ook uw oordeel over te hebben. Hè, want dat wil ik u niet in de weg staan. Maar ik denk dat dan ook een keer klaar moet zijn. Dan moet ik er verder. En misschien moeten we dan ook wel de naam van de Rotbrink veranderen. Ik zat net al even te schrijven. Funbrink, Topbrink, Superbrink. Verkocht is verkocht, Brink. Nou, je kunt allerlei namen verzinnen. Maar misschien moeten we daar ook een andere uitstraling zoeken. Ik weet ook niet of Rotbrink een historisch verantwoorde naam is. Dat ik nu iemand ontzettend onrecht doe. Maar als je denkt in what's in a name, dan helpt dat in ieder geval niet. Dus misschien is dat ook wel het moment om dat dan op te pakken. Ja, en ik denk, ja, we krijgen ongetwijfeld wat scherpe discussies, maar hopelijk op inhoud de komende tijd. Dat lijkt me ook heel belangrijk, omdat we van, wat mij betreft, hier stappen moeten gaan maken. Ik voel een unanieme steun van de Raad om deze weg in te slaan. En ik denk dat het goed is dat we expliciet maken en in januari richting de agendacommissie vragen wanneer er een gelegenheid is om met de Raad eens even wat dieper van gedachten te wisselen. Gewoon niet als verantwoordingsmoment, dus niet in de controlerende rol van de taak van de Raad, maar meer in de kaderstellende rol. Maar dan even meedenkend van waar zit u dan aan te denken. Misschien heeft u ook out of the box goede ideeën als representanten van de omme samenleving. Dan kunnen we dat moment ook gebruiken om eens een uur, anderhalf uur met elkaar te brainstormen. Als u daar al aan toe bereid bent, dan zou ik dat in ieder geval graag oppakken. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, mag ik nog even interruptie? Want betekent dit dat ik geen antwoord krijg op mijn vraag die ik richting de heer Scheler gesteld heeft over het 5 jaar geleden juich-hoera-verhaal en hoe hij daar nu tegenaan kijkt? Ja, kijk, de beantwoording van het college zit bij deze portefeuillehouder. Overigens misschien ook wel goed om te zeggen dat in het vorige college, althans in de vorige samenstelling, dat ook bij de burgemeester zat. Dus ik heb dit dossier georven, zoals ze dat zeiden. Dat vind ik ook helemaal niet erg, want ach, het geeft ook nog wat uitdaging aan de functie, voor zover die er al niet zou zijn, overigens. Daar ook over geen zorgen. Ja, kijk, er staat zoveel in de krant, meneer de Jonge. En googelt u eens op Mark Bouwmans, dan komt hij ook een hele hoop dingen over mij te weten, waarvan de helft waar is en de andere helft niet. Ja, en welke helft dan de correcte is, dat weet ik ook niet precies. Kijk, ik snap wel dat u belangstelling heeft voor die vraag, maar ik kan daar niet zoveel zinnigs over zeggen. Ik kan alleen maar constateren dat de afgelopen 3 jaar niks is verkocht. Dat is knap vervelend. We staan nu aan de vooravond van een nieuwe toekomst. Meer kan ik er niet over zeggen. Voorzitter, dan nog één interruptie en dan zal ik erover ophouden. Want u zegt er staat zoveel in de krant en u had die lachers bij het CDA op de hand. Dus dat is wel heel mooi. Maar, en zelfs zag ik wethouder Scheder al een beetje lachen. Maar ik zou me ook wel kunnen baseren op verslagen hier uit de gemeenteraad die in mijn tas zitten. Dat zal ik dan niet doen. Maar misschien dat het dan verstandig is dat u in de colleges even praat voor wat er in het verleden toen gebeurd is, wat er gezegd is. En ik wil niet zeggen hoe de gemeenteraad op het verkeerde been gezet is. Voorzitter, we hebben altijd goede gesprekken in het college, ook over dit dossier. En mijn verwachting is dat we de komende maanden hier nog veel over zullen spreken, ook met u. Dus is nog alle gelegenheid om met elkaar eens van gedachten te wisselen. En overigens hoop ik wel één ding. Dat als we in april hier een besluit met elkaar nemen over de toekomst, dat er niet alleen misschien een nieuwe naam is voor de Rotbrink, maar dat er ook in de krant gaat staan dat deze gemeenteraad collectief de verwachting heeft op basis van een goed en onderbouwd verhaal, dat het de goede kant op gaat. Niet zozeer voor mij of voor het college of voor u als raad, maar voor de samenleving. En ik denk dat we aan de vooravond staan van die beweging. Met die constatering zijn de beraadslagingen afgesloten. En dan gaan we over tot besluitvorming. Wie wenst er een stemverklaring af te leggen? Niemand. Wie is tegen dit voorstel? Niemand. Dan is het dus unaniem aangenomen. Dan sluit ik dit agendapunt. Dan dank ik de heer Katerberg voor het waarnemen tijdens het vorige agendapunt. Dan gaan wij door naar het bijna laatste punt van vanavond. Dat betreft het bestuursakkoord. Waarbij de vraag is of u om 11:50 er nog heel veel over zou willen zeggen. Of dat u denkt dit is een goede lijn. Nou, het lijkt erop dat u... Dat mag meneer de Jonge hoor. De heer de Jonge.
Even kijken, dan zal ik die van Mark Bouwmans weer teruggeven. Voorzitter, wij kunnen ons vinden in de lijn. Wij zijn ook wel trots op dat er landelijk binnen het VNG dit resultaat uitgekomen is en dat we daarmee mee verder kunnen. Laat ik daar ook heel helder in zijn. Maar voorzitter, ik heb het ook al een keer bij vorige beraadslaging over asielzoekers aangegeven. En ook gezien hebbende wat er gisteravond in Geldermalsen, echt waar de tranen zou je als democraat in de ogen springen van wat daar gebeurd is. En ik neem daar, ik vind het verschrikkelijk. En ik hoop dat daar ook een aantal mensen door justitie goed aangepakt worden. Maar dat betekent, voorzitter, en de vraag aan u, want u bent volgens mij ook de portefeuillehouder hiervan, maar goed, dan doen we het maar zo. Aan u is van, wanneer wij iets gaan doen, want ik heb het net ook gehoord op de Rotbrink, met asielzoekers, statushouders of wat dan ook. Vraag het nog maar een keer om de raad hier ook maximaal in te betrekken en te informeren voordat de besluiten zijn gevallen. En ook de onderbevolking daarbij te betrekken. Want ik ben er stellig van overtuigd dat gezien hebben wat er nu in Ommen, wat wij de afgelopen jaren aan asielzoekers gedaan hebben, met steun van die bevolking, dat daar kansen liggen om mensen die nu geen onderdak hebben onderdak te geven. Maar dat betekent wel de maximale betrokkenheid van de Ommen-samenleving, maar ook van deze raad. Want ik zou het zeer slecht vinden dat er buiten deze raad om besluiten worden genomen of omkeerbare zaken in het kader van opvang van vluchtelingen of asielzoekers. Sorry, zijn er nog anderen die het woord hierover wensen? Ik had eigenlijk meneer Katerberg niet moeten laten ontsnappen, maar goed, het gaat wel even zo in dit geval. Nou ja, kijk, ik denk dat het goed is dat de heer De Jonge trots is op het akkoord en wat de VNG erin heeft bereikt. Ik ben ook trots op Ommen. Als we met elkaar zien wat hier de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van opvang van vluchtelingen. Niet alleen in de semi-permanente situatie, maar ook de afgelopen maand met de 50 vluchtelingen die we hier in de gemeente hebben opgevangen. Ja, dan kun je alleen maar trots zijn op hoe we dat hier met elkaar doen en hoe groot het maatschappelijk draagvlak daarvoor is. Maar dat valt of staat overigens wel, denk ik, en daar raakt u een terecht punt, met communicatie en helder en eerlijk daarover zijn. En overigens ook met kleinschaligheid. Dus laat me zeggen, opvang met 1000, 1500 man. Ik kan mij ook voorstellen dat dat heel veel gedoe geeft. Nou, dat is ook niet een tendens die we hier zien. Maar ik denk dat het gewoon goed is, en dat zal ik ook toezeggen, voor zover dat in het verleden niet al gebeurd is. Want volgens mij is dat ik hier bestendig beleid. Dat de raad gewoon goed betrokken wordt bij de ontwikkelingen op dit dossier. Het biedt kansen, het biedt mogelijkheden, maar het gaat om vluchtelingen en kwetsbare mensen. Daar moet je netjes en zorgvuldig mee omgaan, tijd voor nemen. Dat zullen we ook doen. Even voor noodopvang, crisisnoodopvang heeft u mandaat gegeven. Ik verwacht daar op de korte termijn geen gebruik van te hoeven maken, want dat droogt een beetje op dit moment. Dus dan heb je het over andere vormen. Dat zijn ook vormen waar u geen mandaat voor heeft gegeven, dus dan ligt het ook niet alleen in de reden, maar dan moet het ook via u verlopen. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat ik dat graag als portefeuillehouder namens het college doe. Nou, dan danken we de portefeuillehouder voor de geweldige bijdrage in eerste termijn. Kunnen wij akkoord gaan met het voorstel? Al dus geschied. Nou, dan komen we bij het hoogtepunt van de avond volgens mij. Afscheid. Afscheid, hè? Ja. Ja, dames en heren, dat is toch wel een bijzonder moment. Eigenlijk een moment waar je als burgemeester niet te veel wil meemaken, althans niet tussentijds. Maar soms is dat zo en soms ook met goede redenen. Ja, ik ben hier net 2 maanden, Gerdinand, dus het is voor mij heel vroeg. Maar we hebben ook onlangs nog eens 1-op-1 persoonlijk kennis gemaakt en toen, bij die gelegenheid heb ik ook een aantal kanten weer van jou leren kennen die ik nog niet zo heel goed wist, maar die mij wel aanspraken. Eigenlijk 2 dingen die wel in het oog springen, ik zal er zo nog wel iets meer over zeggen, maar dat jij een echte Ommer bent en daar ook heel mooi over kunt vertellen en ook generaties terug kunt gaan en hoe dat bij jouw familie is gegaan, maar ook die geschiedenis mee naar het heden neemt en ook dingen daaruit kunt verklaren. En dat is natuurlijk heel erg leuk als je nieuwkomer bent in deze gemeenschap om dat verhaal eens te horen. En de andere kant is dat jij eigenlijk verbonden bent met het boek. En niet alleen met het drukken van het boek, maar ook nou ja, alles wat met die boeken te maken heeft. En ja, dat is ook wel iets wat mijn passie heeft. En ja, dat is dan leuk om dat zo met elkaar te delen. Maar dat is even een hele persoonlijke indruk van dat gesprek.
Ja, en het moment dat jij afscheid nam, je nam mij ook na een raadsvergadering even apart om te zeggen van nou, ik heb dat besluit genomen. Je hebt ook de collega's heel netjes ingelicht. Nou, toen kwam ook het persbericht. Ja, dan weet je ook, het is onomkeerbaar. Als je mij inlicht, kun je nog bedenken. Bij collega's wordt het wel wat moeilijker. Maar goed, als het eenmaal de pers heeft gehaald, dan is het toch wel vast omlijnd. En jouw ontslagbrief volgde ook. En daarmee was het echt een feit. Ja, je zet een punt achter je raadswerk hier in Ommen. En uit de brief, maar ook uit het persoonlijke verhaal richting mij, maar ook collega's heb ik ook wel begrepen, blijkt ook wel dat het jou zwaar valt om afscheid te nemen eigenlijk van je raadswerk, van ons en van de stoel waar jij op zit. Niet zozeer vanwege die stoel of dat je een plusklever bent, want volgens mij ben je dat helemaal niet. Maar wel omdat je gewoon je werk ook boeiend vindt en ook gewoon betrokken bent bij de Ommer samenleving. En natuurlijk als raadslid, en dat weten wij allemaal zoals we hier zitten, daar ook op een hele bijzondere manier invulling aan kunt geven. En dat heb jij ook gedaan. Dus het was voor jou echt een moeilijke keuze, maar je hebt er goed over nagedacht, je hebt er lang over nagedacht en uiteindelijk je afweging gemaakt. En daarmee besloten om je raadswerk hier in Ommen te beëindigen, althans een beetje te beëindigen. Ik zal er zo nog iets over zeggen. Ja, dan vandaag is dan dat speciale moment dat wij, Gerdinand, van jou afscheid mogen nemen. Overigens ook wel een mooi moment, zo net voor het kerstreces, zo aan het eind van de lange avond, om hier vanavond toch nog een keer even bij stil te staan. Ja, wanneer kwam jij in de gemeenteraad van Ommen? In 2010, maart, na de verkiezingen van 2010. Dus dit is jouw tweede periode. Ja, en in jouw eerste periode vormde jij een duo met Roos ter Beek, die inmiddels niet meer in de raad zit, maar nog wel in het maatschappelijk domein actief is, met Vechtdal TV onder andere, maar op allerlei andere plekken. En met haar vormde jij een stevig duo, heb ik begrepen. En jullie hebben je ook, en jij ook met name, je vanaf begin af aan als een echte D66'er gemanifesteerd. En ja, wat is dan een echte D66'er? Dat is misschien ook wel aardig voor u om te weten. En dit is input die ik van de griffier heb, dus dan weet u ook een beetje hoe de griffier denkt. Als echte D66'er, dan heb je het over duurzaamheid, milieu en woningbouw. Nou, dan weet je dat ook even, Gerdinand. Nee, dat staat er niet bij. Dus helaas. Gerdinand, jij bent niet per se de man van de grote woorden en de stevige debatten. Maar je bereidt je ontzettend goed voor. Je weet wat je wilt zeggen. Je bent rustig. Nou, dat heb ik in die vergaderingen die ik heb meegemaakt ook gemerkt. Je laat je niet snel het hoofd verhit maken. Je bent gewoon iemand die goed blijft luisteren. Dat is overigens ook een hele belangrijke eigenschap in de politiek. Er zijn niet heel veel politici die dat ook beheersen. Maar dat is wel iets wat jij kunt. Precies. Nou, en je vliegt ook niet uit de bocht. Je bent eigenlijk een heel degelijk raadslid wat dat betreft. En toen je in 2014, na de raadsverkiezingen fractievoorzitter werd, bleef je eigenlijk gewoon jezelf onverstoorbaar. En gewoon de rust zelf maar betrokken op inhoud en ook gewoon gebruik maken van de mogelijkheden die dat biedt. Ook om misverstanden te voorkomen, je bent geen grijze muis. Dat bedoel ik daar zeker niet mee te zeggen. Je hebt humor. Misschien wel een beetje Engels. Een beetje onderkoeld. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Je bent ook becommentarierend. Je mag ook graag wel beschouwen wat er gebeurt. En je kunt daar ook prima over navertellen. En soms ben je ook wel een beetje, nou, ironisch is misschien niet het goede woord, maar je neemt ook graag jezelf en je omgeving wel eens wat op de hak. Dat is denk ik ook een beetje die onderkoelde, misschien wel Engelse humor. En dat hoort er ook bij, want je moet ook met elkaar in dit werken. Af en toe moet je elkaar flink even aanpakken. Dat hoort ook bij politiek. Maar je moet ook af en toe een grap kunnen maken. Want ja, het moet ook aangenaam blijven, dit werk. En je bent een verbinder opbouwer, dat zei ik net al. Niet alleen hier in de raad, maar ook met je eigen fractie. Want jullie zijn weliswaar met twee raadsleden. Maar jullie hebben ook een hele actieve club met de fractie, met plaatsvangende commissieleden. En een aantal mensen die daar nog weer omheen zwerft. En dat maakt ook dat jullie wel graag met ideeën en plannen komen en daar ook actief het debat mee proberen te voeren. En jij als fractievoorzitter hebt daar ook een belangrijke rol in gespeeld om dat te stimuleren. En jij waardeert dat ook. En dat is denk ik ook gewoon goed voor de raad. Want de raad is niet alleen kaderstellend en controlerend, maar ook die politieke rol. Het ideeën genereren, aandragen, initiatieven nemen is denk ik gewoon heel belangrijk. Ja, en dan, Gerdinand, je bent ook een fanatieke verdediger van het D66 kroonjuweel. Het is geen referendum, dat hadden we vanavond bijna gehad, dankzij jullie, dankzij de buren naast je, maar daar komt het niet op. Het hondenpoepbeleid. Je kijkt me rustig aan, dus dit gaat goed.
Het moet er nog komen, maar het gaat lukken. Ik zal er zelf op toezien dat het hondenpoepbeleid komt. En je hebt er ook voor gezorgd dat dat de aandacht heeft gekregen. En het staat zelfs in het raadsprogramma. Nou, je maakt dat niet meer als raadslid mee, dat is het bruggetje dat ik wil maken, maar als plaatsvangend commissielid, want je gaat ons eigenlijk niet helemaal verlaten. Je blijft lekker actief in de fractie als plaatsvangend commissielid. En ik ben daar zelf heel blij mee dat je dat ook doet, omdat ik denk dat daarmee jij als persoon ook gewoon van een rol kunt blijven vullen in ons gezelschap. En ik denk dat dat belangrijk is. Ja, en hoe jammer het dan ook is dat je nu opstapt als raadslid. Je verdwijnt dus niet helemaal en daarmee blijft ook jouw kennis van Ommen en de regio en van de Ommer bevolking gewoon behouden voor ons gezelschap. En ik ben daar content mee. Ja, dan nog één laatste opmerking. Je bent ook een verwoede schaker. En in het college zit ook iemand die dat graag doet. Ja, aan mij heeft hij helemaal niks, want... Nee, Hans niet. Nee, Ko. Ja, Hans lijkt me op een of andere manier meer een dammer dan een schaker, maar ik weet niet of dat zo is. Met één R. Ja, ik weet niet. Dan moeten we dan maar eens uitgaan zoeken in het college. Maar je hebt met Ko menig duel uitgevochten. Zelfs soms tot in de late uurtjes na de raadsvergadering heb ik wel begrepen. Wie het meeste wedstrijd heeft gewonnen, dat is overigens een raadsel voor ons allemaal. Maar nou, Ko geeft het aan. Gerdinand, dus dat is denk ik heel mooi. Nee, maar dat is ook leuk om dat ook gewoon hier te doen. Ja, Gerdinand, we nemen vandaag afscheid van jou. Ik wil je namens de gemeenteraad, het college en iedereen hier betrokken... heel erg bedankt voor jouw inzet en voor je betrokkenheid bij ons allen. Je bent een gewaardeerd raadslid, je bent een fijn mens, een fijne collega en we wensen jou voor nu en de toekomst alle goeds. En daar hoort een cadeautje bij. Het cadeau dat Gerdinand heeft gekregen is niet echt het cadeau voor het afscheid, dat zegt er maar direct bij. Maar u krijgt allemaal een kerstattentie bij uw afscheid vandaag, dat staat voor u klaar. Dat is voor de leden en de plaatsvangend raadscommissieleden, dus neem dat mee als u afscheid neemt. En wou Gerdinand graag als eerste het cadeau geven, dan heeft u het ook allemaal even kunnen zien. Gerdinand, jij wou zelf volgens mij ook nog een aantal woorden tot ons richten. Mag ik jou uitnodigen deze kant op te komen? Hij doet het. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst wil ik jullie allemaal bedanken. En het is vanwege dat ik het heel druk heb met werk en daarnaast de politiek, dan raak je te vol. Ik had daarom ook graag een speech willen voorbereiden, maar daar ben ik niet aan toegekomen. Dus ik zou graag een schorsing willen aanvragen. Maar inderdaad, ik zei je wel inderdaad ook met een dubbel gevoel. Je hebt, ik doe het graag. Ik vind het heerlijk om jullie aanwezigheid hier te zijn en alles te delen met jullie. En of om het te vertellen en... Als je na twee maanden al zo'n toespraak krijgt, nou, dan staat jullie nog wat te wachten straks. Maar ik wil vooral jullie bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Ik ben niet weg, ik blijf erbij als steunfractie en commissielid. En dan hoop ik ook nog mijn bijdrage te kunnen leveren. En ik wens jullie heel veel succes toe. En mijn opvolger Henry, heel veel succes als raadslid. En ik ben er voor jullie en we zien elkaar nog en we spreken elkaar. Hartelijk dank. Dames en heren, we zijn, het is 11:55. De vrijdag is aangebroken, de laatste dag voor de kerstreces. Nou, wat is er mooier dan die gedachte? Ik nodig u graag uit om zo dadelijk nog een glaasje te drinken. Het schijnt dat er ook iets lekkers is. Of het warm is, weet ik niet. Maar niet meer. Maar probeer het gewoon. Mag ik u vanaf deze plek allemaal hele fijne en feestelijke kerstdagen toewensen. Ik hoop dat u ook wat rust vindt de komende weken. Dat is ook belangrijk om een paar keer per jaar ook van dat moment te genieten. Nou, de kerst is een mooi moment daarvoor. We zien elkaar mogelijkerwijs ook niet meer bij de jaarwisseling. Ik hoop ook dat u allemaal een goede en veilige jaarwisseling heeft. En ik hoop ook dat overigens
om dat positieve lot treft dat het goed gaat. En ik had u inderdaad bij aanvang, dankzij de heer Remmers, waar ik daar nog even weer op geattendeerd, een aantal kaartjes neergelegd met de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie. Die kunt u ook wat verspreiden onder andere geïnteresseerden. Het zijn er niet zoveel. Als u er meer nodig heeft, dan kunt u zich melden. Dan krijgt u nog wat van die prachtige kaartjes. Maar komt u ook allemaal. Het belooft een hele mooie bijeenkomst te worden in het Vechtal College. Dus dank u wel en graag tot de volgende keer.